De rijschoolsector wil schoon schip maken. Maar hoe? En wat is de oplossing voor het tekort aan rijinstructeurs? En hoe hoog is de ideale lesprijs? Dit is het online rijschool-event Lessen na de lockdown. Live vanuit ProMedia Studio in Hartje Rotterdam behandelen we komend anderhalf uur de laatste ontwikkelingen uit de rijschoolsector. Goed voorbereid zijn op de tijd na de lockdown, daar draait het om vanmiddag. Verschillende sprekers helpen je op weg. We gaan het zo meteen hebben over schoon schip maken. Emiel Roemer onderzoekt misstanden in de sector en draagt oplossingen aan. En de volgende vraag is, hoe zorg je voor goede rijinstructeurs? Ook daar gaan we het over hebben vandaag. Net als de vraag, wat is een fair lestarief? Verder hoor je ervaringsverhalen en bekijken we hoe je het inplannen van lessen kunt vereenvoudigen. We beginnen zo meteen met een heikel thema. Als het CBR straks de examens weer opstart, wat is dan de tijdsplanning? We doen vandaag ook een beroep op jou, de kijker. Jullie zijn met velen vandaag over de 1000. Reageer op de polls en heb je een opmerking, deel hem in de chat. Dan zorg ik ervoor dat hij bij de spreker terechtkomt. We gaan beginnen. Leerlingen hebben een lange tijd niet kunnen lessen en willen dit graag. Ze willen zo graag snel mogelijk aan de slag. Hoe speelt het CBR daarop in? Het Rijvaardigheidsbureau legt de hand aan scenario's en routekaarten voor de herstart. Operationeel manager praktijkexamens bij het CBR is Gerrit van Kouterik. Hij kan er alles over vertellen. Welkom Gerrit. Welkom. Fijn dat ik bij dit event aanwezig kan zijn om het een en ander toe te lichten. Ja, dankjewel. Jullie hebben te maken met flink wat geannuleerde examens. 310.000 alles bij elkaar. Hoeveel daarvan is praktijk en hoeveel theorie? 60% daarvan is theorie, 40% praktijk. En het is inderdaad een heel groot aantal. Ja, we nemen op jaarbasis 1,5 miljoen examens af. Dus ja, dan kom je al heel snel op dit soort grote aantallen. Ja. Kan je uitleggen hoe het inplannen van die geannuleerde examens nu gaat? Nou, wat wij doen is de kandidaten van vandaag bijvoorbeeld, die worden uitgesteld. Die krijgen ook een uitsteloormerk. Dat is een wat technisch planningsverhaal. Maar wat wij doen is dat we naar de toekomst toe, en in dit geval is dat tot en met 15 mei, plaatsen hebben gereserveerd alleen maar voor die uitstelexamens. En dat wil dus zeggen dat die examens met dat uitsteloormerk door de opleider in overleg met de kandidaat op die plaatsen gezet kan worden. En zo krijgen eigenlijk de kandidaten die door de lockdown geen examen hebben kunnen doen, krijgen eigenlijk voorrang op nieuwe kandidaten die nog ingepland moeten worden. En zijn die kandidaten daarover ook geïnformeerd op een of andere manier? Alle kandidaten krijgen een persoonlijke mail, ook de opleiders. Maar ook voordat wij het vaak om de tijd van een persconferentie heen, hebben wij ook altijd een overleg met de branche zelf, met de branchepartijen. Maar sowieso, alle kandidaten en opleiders krijgen een persoonlijke mail. Nou had je het net over 15 mei. Tot die tijd is er ruimte om die geannuleerde examens in te halen. Waarom is er voor die termijn gekozen? Nou, dat is de termijn die we ook echt nodig hebben, zeg maar, om die examens weg te rijden. Want er staan ook al andere examens tussen. Dat is gekochte examens door de opleiders zelf. En met de opleiders hebben we afgesproken om die capaciteit te laten staan. Nou, dan kun je gaan uitrekenen wat heb je dan nodig. En dan zit je inderdaad op 15 mei. Ja, en als het goed is, is er daarna dus geen vertraging meer in die praktijkexamens? Nou, wel vertraging, want je moet het wel zien dat we dan op 15 mei zitten. En dan moeten we nog de reguliere examens gaan afnemen. Ja, waar we normaal gesproken dus ook al een 7 weken reserveringstermijn hebben. Ja. En daarbij hadden we de termijn van de eerste lockdown, waar we al wel aan het inlopen, maar nog niet helemaal. Dus ja, helaas voor zowel kandidaten als iedereen die erbij betrokken is, moet ik zeggen dat het toch nog wel een tijdje gaat duren voordat we dat inlopen. Ja, nou kan ik me voorstellen dat er verschillende scenario's en routekaarten liggen voor de opstart. Bijvoorbeeld dat brommer- of motorexamens eerder opstarten of beroepsexamens. En uiteindelijk wordt die lockdown een keer opgeheven. Wat gaat er gebeuren vanaf 9 februari of later? Nou, als het blijft zoals het nu is gesteld door het kabinet, dus dat we 10 februari kunnen starten, dan kunnen we ook vrijwel meteen wel voor 100% starten. En dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk bij de eerste lockdown een hygiëneprotocol hebben opgesteld, maar nog niet precies wisten hoe ga je daar nu mee om. Nou, die ervaring hebben we nu wel. Dus we kunnen wat dat betreft gewoon veel makkelijker opstarten met de examens op dat moment. Dus laten we hopen met z'n allen dat we 10 februari kunnen opstarten. Maar ja, dat blijft natuurlijk op dit moment nog
koffiedik kijken. Ja, ja, dat weten we niet. Tijdens de lockdown van maart tot en met mei kwam eigenlijk vrij onverwachte mededeling dat contactberoepen weer open mochten. 11 mei was het ineens zover. En het CBR leek toen een beetje overvallen daardoor. De systemen liepen vast. Kunnen die systemen het straks wel allemaal aan? Ja, want het grote verschil is dat bij de eerste lockdown, en je leert natuurlijk ook door ervaring, en dit is natuurlijk een vrij unieke situatie, maar daar hadden we het systeem gesloten. En dat wil zeggen dat op de dag dat we open gingen, 8000 opleiders ook meteen natuurlijk volle bak aan de slag gingen. Ja, en nu ben je al stapsgewijs die examen te plannen. En nu doen we dat stapsgewijs, is het systeem ook open. Dus iedereen gaat eigenlijk in de normale trend verder. Dus wij verwachten zeker geen problemen zoals we dat bij de eerste lockdown hebben gehad. Nee. Motor- en brommerlessen mogen wel doorgaan, omdat dat geen contactberoep is. Maar er zijn geen examens. Waarom is daarvoor gekozen bij het CBR? Wij sluiten ons aan bij het besluit van het kabinet. Dat is aan de ene kant zo min mogelijk bewegingen, ook verkeersbewegingen. Er is ook een beroepsverbod op het afnemen van examens. Dus wij zitten op dit moment gewoon in het geheel op slot. En het advies bij het lesgeven was natuurlijk ook al vanuit het kabinet dringend advies om het eigenlijk ook niet te doen. Dus voor ons is het op dit moment wat het is. En nemen we ook geen bromfiets- en motorexamens af. Nee. Nou werd deze week bekend dat België wel weer open gaat. Althans de rijscholen en de examens gaan weer van start. Ook al liggen alle andere contactberoepen stil. Daar is voor gekozen omdat de economische schade dan te groot zou worden. En een rijbewijs ook kan helpen weer met zoeken naar een nieuwe baan bijvoorbeeld. Is het denkbaar dat dat in Nederland ook gebeurt? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Weer geen deskundige op het gebied van RIVM of hoe het zit met de COVID. Kijk, ik weet wel dat de landen verschillend omgaan met het afnemen van examens. Oostenrijk doet het niet, Verenigd Koninkrijk niet. Duitsland voor een gedeelte. Maar wij zitten op dit moment in de lijn zoals het kabinet het heeft gezegd. Dus geen examens. Ja. Duidelijk. We hadden het net al even over die achterstanden. Die zijn nog niet helemaal, of die waren nog niet helemaal weggewerkt toen de nieuwe lockdown eraan kwam. Voor de praktijkexamens begon het er wel weer op te lijken. De theorie zat de wachttijd op ongeveer 3 maanden, gemiddeld. Hè? Dus dat kon korter of langer zijn. Hoe wil het CBR dat straks gaan doen? Wordt het overuren maken? Worden er extra examinatoren opgeleid? Nou, wat we bij de eerste lockdown al hebben gedaan, toen we eenmaal goed ingewerkt waren met het hygiëneprotocol, hebben we op een gegeven moment boven de 100% gedraaid. En dat doen we inderdaad door overwerk. Dat is een hele belangrijke. Aan de andere kant moeten we ook rekening houden met de gezondheid van de mensen. Corona is en blijft een gevaarlijk virus, dat weten we ook allemaal wel. Dus ook daar moeten we wel de goede balans in zien te vinden. Maar we gaan wel kijken, onder andere aan het opleiden van nieuwe examinatoren. Dat doen we ook nu al. Alleen het online gedeelte natuurlijk. De stages in de auto kunnen op dit moment niet. En we zijn nu ook aan het kijken hoe we dus meer capaciteit kunnen genereren voor de toekomst. Om deze bulk die we er nu bij krijgen, hoe we die toch kunnen gaan wegrijden. Ja. Ja, en hopelijk is het ook de laatste lockdown zo gezegd. Dus dat het, ik hoop met je mee. Ja. Marilon, er zijn nog wat kijkersvragen binnengekomen, zag ik. Ja, zeker. Onder andere de vraag of theorie-examens ook 's avonds of in het weekend afgenomen kunnen worden. In principe met het weekend dan en zaterdag en ook de avonden. Dat gebeurt ook al wel. Dus dat kan zeker. Bij theorie is dat een mogelijkheid, ja. Okay, en dan ook de vraag van Inka. En dat is, blijft er voldoende rijtest plaatsen voor ouderen die ook hun rijbewijs willen halen? Nou, ook voor dat is dan de divisie rijgeschiktheid, doet er ook alles aan om alles zo goed mogelijk weer in te plannen. Maar ook zij hebben natuurlijk wel te maken met uitstel. Dus dat betekent ook wel dat er wat de langere termijn is om dat allemaal in te plannen. Maar ook zij doen hun uiterste best om zo snel mogelijk ook voor ouderen de rijtesten weer af te nemen. En dan hebben we nog een vraag van Peter. En dat is, die vraagt zich af hoe het met examens zit die al verplaatst zijn en die net na de verlengde lockdown plaatsvinden. Oh ja. Wat dus niet door kan gaan omdat ze niet rijvaardig zijn. Nou, we hebben op dit moment samen met de branche goed overleg gehad van hoe kunnen we nou zorgen dat je als rijschool zoveel mogelijk mogelijkheden hebt, zeg maar, om zelf dingen te regelen. En we hebben de maatregelen die normaal gesproken bijvoorbeeld 7 weken een examen op naam zetten, of het ruilen van examens, het kosteloos annuleren van examens, hebben we allemaal zodanig versoepeld
dat een rijschool daarin zelf toch zoveel mogelijk regie kan houden. En dus ook bij dit soort kandidaten dan toch voor kan kiezen om hem of te ruilen of toch te annuleren. Dus ja, we hopen op die manier dat de opleiders zoveel mogelijk zelf de goede keuze kunnen maken. En dan heb ik nog een laatste vraag van Twan. En het is, kunnen er weer meer theorielocaties geopend worden? Locaties niet, want we hebben op zich voldoende locaties. Alleen theorie kijkt gewoon of ze, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de COVID-19 maatregelen, of je met wellicht met meerdere personen toch in een zaal kunt, of dat je daar zeg maar maatwerk op kunt toepassen. Ja, en dan kan je de klasse wellicht van 12 naar 15 opschalen. Dus wat locaties betreft blijft het hetzelfde. Het is heel complex om nieuwe locaties ook in te richten, want het is heel veel techniek. Dat waren de kijkersvragen. Dankjewel Gerrit voor je uitleg en je toelichting. Graag gedaan. En hopelijk kunnen we na 9 februari weer examens rijden. Ja. En ik wens iedereen heel versterkt in deze moeilijke tijd. Bedankt. Mocht er nog extra vragen zijn die we aan Gerrit willen voorleggen, dan mag je die nog steeds stellen in de chat. Dan zorgen wij dat ze bij het CBR terechtkomen. Dankjewel. Wat doe je als rijschoolhouder in deze tijd? Je bent je natuurlijk aan het voorbereiden op de tijd na de lockdown. Wat kun je allemaal doen en hoe houd je een goed humeur? We vragen het aan rijschoolhouder Willem de Hoog, junior. Willem, welkom op het scherm. Ja, dankjewel. hoe beleef jij deze coronatijd? Rustig, relatief rustig. Uiteindelijk blijf je altijd wel bezig. Hè? Dingen doen, administratieve dingen of... Mensen komen nog in de simulator langs, dat soort van zaken. Maar normaal gesproken is het natuurlijk een stuk drukker, maar dat is logisch. Ja, je zit nu in het theorielokaal, hè, zei je? Ja, klopt. Ik zit in het theorielokaal. Ja. Leeg. Ja, leeg. Ja. 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 Hey, corona sloeg ook toe bij jullie in de familie, hè? Ja, klopt. De rijschool is van mijn vader. En hij heeft in november dus corona gekregen en is eigenlijk 2 maanden uit de running geweest. Dus wij hebben wel gezien dat corona een redelijk heftige ziekte kan zijn. Ja. Hij is inmiddels wel beter. Hij is niet helemaal de oude natuurlijk nog. Dus hij moet nog wel aansterken. Maar in principe is hij wel weer zo aan het fietsen. Dat soort van dingen. Ja, het zal wel moeilijk zijn om je bedrijf stil te zien liggen. Ja, dat is zeker lastig. Kijk, na de eerste lockdown, dan denk je van... en dat is het probleem ook nu eigenlijk. De overheid heeft natuurlijk allerlei maatregelen genomen. Steunpakketten en dergelijke. En dat hoor je in verschillende sectoren. Niet alleen de rijschoolsector natuurlijk. Maar overal hoor je dat eigenlijk terug. Dat natuurlijk helpt het ook wel. Maar er is nog een heel groot stuk te overbruggen. Het is niet voldoende, die steunmaatregelen. Precies. En na zo'n eerste lockdown, dan denk je van, we kunnen er weer tegenaan. En bij zo'n tweede lockdown wordt het toch wel een stuk lastiger eigenlijk. En dat merken wij ook wel. Ja, en het wordt hoe langer het duurt, hoe lastiger het ook wordt waarschijnlijk. Dat is zeker waar. Met oog op 9 februari hoop ik wel echt dat we dan open kunnen. Want anders wordt het inderdaad... Niet alleen voor ons, maar voor vele collega's ook een stuk lastiger. Ja, zeker. Kan je wat vertellen over verkeersschool De Hoog? Hoe groot is het? Waar zitten jullie? Wat voor lesgeef je? Wij zitten in Vlaardingen, naast Rotterdam. We hebben 10 instructeurs in principe. We doen alle categorieën behalve de tractor. We bestaan al sinds 1978. Nou begrijp je wel dat ik niet besta sinds 1978. Maar nee, je ziet er iets jonger. Het is nog van mijn vader en hij is pensioensgerechtigd. Dus ik ga het in de komende jaren overnemen van hem. Ja, hoe maak je je zorgen over de toekomst van de rijschool? Dus je zei het net al een beetje. Nou, het is een beetje raar. Want enerzijds heb je het heel druk. Hè? Dus op het moment dat je open mag, dan kan je het eigenlijk niet aan. En is het gewoon te druk. En... dus eigenlijk gaat het heel goed, maar het gaat ook heel slecht. Dus heel lastig. Ja, het is vooral afwachten tot wanneer het weer mag. En dan kan je ook meteen weer aan de slag. Kunnen we meteen weer aan de slag, ja, klopt. Ja. Wat doe je in de tussentijd, nu je in dat lege lokaal zit? Ja, je ziet, als je goed kijkt, zie je wat stickers. Dus we zijn de auto's aan het beplakken. Wat ik zei, administratief werk.
zijn we mee bezig. Ja, en je bent wat dingen aan het updaten. Hè? Denk aan dingen van je site. De prijzen van 2021 moet je doorvoeren. Dat soort van zaken. Ja. Denk aan de beurtjes geven. Hè? Bijvoorbeeld alle motoren hebben nu een beurt gehad. Maar op een gegeven moment raakt het geld ook op, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus je moet ook weer voorzichtig zijn met de investeringen die je doet. Omdat de liquiditeiten zijn laag. Ja, en die klusjes zijn op een gegeven moment ook wel gedaan. Ja, als je ondernemer bent, blijf je altijd wel bezig. Verzin je altijd weer wat nieuws. Hoe bereid je je voor op het moment dat je weer mag lezen? Want je zei het al, dan heb je een volle agenda. Dan kon je na de zomer of in de zomer kon je het ook bijna niet aan, zo druk als dat het was. Nee, klopt. En dus eigenlijk is dat heel gek. We hebben deze week eigenlijk een nieuw personeelslid ook aangenomen. En dat lijkt heel gek natuurlijk, want je ligt plat en je kan niks doen. Terwijl, en dat zagen we na de eerste lockdown, op het moment dat je gaat rijden, dan kom je eigenlijk instructeurs tekort. Ja, hadden jullie flinke wachtlijsten? Wat zeg je? Nee, wij werken niet met wachtlijsten op dit moment. Wat op een gegeven moment, wij hebben eigenlijk altijd gezegd dat willen we liever niet. Maar op een gegeven moment kan het haast niet anders. Maar tot nu toe kunnen we het allemaal nog wegwerken, gelukkig. Ja, nou, je zei ook 10 instructeurs, dus dat is een flink groepje. Ja. Ja. Welke leerpunten neem je mee van de vorige lockdown? Leerpunten? Nou ja, kijk, uiteindelijk ben je altijd afhankelijk van het CBR. Hè? Dus wat we net ook gehoord hebben, en daar ben ik wel blij mee, is dat ze het nu stapsgewijs gaan doen. In het begin, of tenminste tijdens de eerste lockdown, moesten we al die examens natuurlijk inplannen. Ja. En nu gaat dat wat stapsgewijzer. Dat is ook voor de leerlingen wat fijner. Want het is aan een leerling ook niet uit te leggen. Toevallig word ik vandaag ook wel redelijk vaak gebeld met ik wil mijn examen inplannen. Ja. Terwijl dat dan leerlingen zijn die eind januari examen hebben staan. Dan moet ik uitleggen van... Nou, het kan dan pas, eind januari. Ja. Ja, dus je kan pas eind januari een nieuw examendatum inplannen. En dat is ook wat makkelijker uit te leggen. En dus ik denk dat ik hoop dat de leerlingen ook begrijpen. Hè, want die willen vaak zo snel mogelijk het rijbewijs op zak hebben. En sommigen zijn al klaar voor dat examen. Nou ja, inmiddels hoever is dat weggezakt? Ja, dat wil ik net aan je vragen. Als je nou, stel dat je half december zo'n beetje klaar was ervoor en voor dat examen wil gaan. En dan in één keer is het 2 maanden later, 9 februari, vanaf 14 december, 2 maanden later. Ben je er dan nog klaar voor? Of moet daar nog gelest worden? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het verstandig is, maar ik ben geen beleidsmaker natuurlijk. Maar het zou verstandig zijn als we bijvoorbeeld 2 weken van tevoren, voordat de examens worden afgenomen, misschien al open kunnen. Ja. Je kan. Stel dat we 10 februari open mogen en iemand doet op 11 februari examen. Ja, dan heeft hij 2 maanden niet gereden. Ja. En dan kan ik ook niet tegen die leerling zeggen van, nou, laten we het maar proberen. Want het gaat om een hoop geld natuurlijk. Ja, en dat volgende examen wordt dan pas na half mei. Ja, precies. Ja. Ja, dat zijn hele lastige dingen waar ik denk. Maar ik denk dat in samenspraak moet met het CBR. Zeker de eerste week van laten we zeggen de 10 februari. Ja, dan behalve motor dan. Hè, want de motor gaat nu dan nog wel redelijk door. Lessen jullie nu nog met de motor? Ja, wij lessen nog wel met de motor. Ja. Maar je ziet ook, hè, dus na de persconferentie van deze week zijn er ook weer leerlingen die zeggen van ja. Ik staak toch even de lessen, want ik kan toch geen examen doen. Nee, precies. En dat is wat je ziet, jammer genoeg. Ja, dat is de realiteit. Ja, dus die omzet wordt ook weer uitgesteld, zo gezegd. Ja, klopt. Nou, we hebben het straks ook nog over lesprijzen. En over de vraag, ga je dat nu tijdens deze lockdownperiode onder de loep nemen? Ga je het verhogen? Is dat iets waar jullie ook over nadenken? Ja, tuurlijk. Daar denk je altijd over na. Maar wij zien het wel los van het hele coronaprobleem. Okay. Dus wij zien dat los van elkaar. We hebben dit jaar dan ook onze lesprijs verhoogd van 52,50 naar €54. Binnen de markt is dat... Boven het gemiddelde? Wat zegt u? Boven het gemiddelde? Boven het gemiddelde, ja. Maar wij vinden dat een eerlijke lesprijs. Ja.
Ja. We spreken straks nog Emiel Roemer over het onderzoek naar de misstanden in de sector. Is er iets wat je hem mee zou willen geven? Nee, ik weet nog niet wat hij geconstateerd heeft. Dus ik heb op de site van het CBR gelezen dat hij een onderzoek zou starten. En dat begin van dit jaar dat er conclusies getrokken zouden worden. Ja, eind februari. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja. Nou, we gaan zo horen hoe dat proces in ieder geval werkt. Ja. Heb jij nog een tip voor collega's die nu met de handen in het haar zitten? Nee, ja, ik heb geen tip. In principe zitten we allemaal aan de grond wat dat betreft. En houd moed, dat is misschien de enige tip die we hebben. Ja, en blijf gezond. Marilon, er zijn ook wat kijkersvragen binnengekomen in de tussentijd. Ja, klopt. Inderdaad. We hebben een vraag van Gerard. En die is eigenlijk benieuwd welke categorie jij rijles geeft, Willem. Ik geef rijles in motor, auto, vrachtauto, scooter, theorieles. En ik ben op dit moment bezig met mijn autobus te behalen. Oké, kijk. En hij wil ook meteen weten wat jij nou het leukste vindt aan het vak. Ik vind het leukste, als ik even op een categorie specifiek mag beginnen, vind ik motorrijles het leukste. En wat ik dus ook het leukste vind, en dat is ook dan de reden, dat zijn gemotiveerde leerlingen, zoals voor de motor, die echt gedreven zijn om dat rijbewijs te halen, dan ook ervoor te zorgen dat ze het halen. En de connectie met de leerling. Hè? Dus als je hem dan bijvoorbeeld 5 jaar later tegenkomt. Dat je zegt van, hey, heb je nog plezier van je rijbewijs? Ja, of juist dat iemand in een crash terechtkomt. En dat je denkt, oh shit. Dat heb je al schade gereden, zeg je dat? Ja. En we hebben nog een vraag van Asim. En die zegt, door de coronamaatregelen mogen de rijinstructeurs niet mee tijdens de rijexamens. Is het dan een idee om een dashcam aan te zetten als bewijs en reflectiemateriaal voor de leerling en de rijinstructeur? Wat zouden jullie hiervan vinden? Ja, zoals ik begrijp, in Duitsland is dat volgens mij al zo. Vanuit de rijscholenwereld zou dat zeker geen slecht idee zijn. Ik heb alleen begrepen dat vanuit het CBR daar geen behoefte aan is. Of tenminste dat absoluut niet de bedoeling is. Lijkt mij een goed idee. Om privacy dingen misschien, dat niet opgenomen mag worden. Ja, Moet ik vragen of Gerrit nog even... Nee. dit waren de kijkersvragen. Hey, dankjewel Willem. Beter ook voor je vader. Hopelijk is die snel van alle restklachten ook af. En blijven jullie allemaal gezond. Ja. Hopelijk snel weer lessen. Ja, is goed. Nou, fijne uitzending. Ja, dank je. Hoi, hoi. Hoi. Er moet schoon schip worden gemaakt in de rijschoolbranche. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt signalen van financieel wanbeleid, fraude en onjuiste voorlichting aan consumenten door rijscholen. Ook bekijkt hoe dit in de toekomst anders kan en moet. We hebben nu live verbinding met leider van het onderzoek, voormalig Tweede Kamerlid Emiel Roemer. Daar is hij, gelukkig. Welkom meneer Roemer. Hoe bent u in beeld gekomen voor deze taak? Ja, dat is een mooie vraag. Het verrast mij ook wel een klein beetje. Toen ik Tweede Kamerlid werd, ben ik bijna 4 jaar ook woordvoerder geweest op het gebied van verkeer en waterstaat. Zo heet het ministerie destijds. Ja. Dus ik ben al een aantal jaren ook bij de rijschoolbranche betrokken geweest vanuit de politieke kant, om maar zo te zeggen. Was u in die tijd en ik denk dat het ook in de rijschoolsector? Sorry? Was u in die tijd ook al echt bezig met de rijschoolsector en de verkeersveiligheid? Ja, absoluut. Want destijds waren er ook al heel veel vragen over kwaliteit. Maar ook over de relatie met het CBR. En regelmatig kwamen er onderwerpen aan bod waar de Kamer ook over ging. En de vernieuwingen ook in relatie met verkeersveiligheid. Dus ik heb in die tijd ben ik er heel veel mee bezig geweest. En misschien heeft het ook wel gescheeld dat ik hiervoor... voor minister Koolmees een onderzoek heb gedaan naar bescherming arbeidsmigranten. Ja. Dan sta je misschien toch wel ergens op een lijstje als ze mensen zoeken om van buiten de politiek en ook van buiten de branche, dus met een frisse blik ergens naar te kijken en dan advies te gaan geven. Ja, de planning van de commissie is om begin 2021 met een advies te komen. Als het goed is, of als ik het goed begrepen, is dat dan eind februari. Loopt alles volgens planning?
In principe wel, hoewel het corona het allemaal niet gemakkelijker maakt. We willen zoveel mogelijk mensen spreken. Nou, dat gaat nu allemaal, bijna alles gaat nu digitaal. Ja. Maar ik wil ook altijd bij, je wil het ook voelen, je wil het ruiken, je wil het proeven wat mensen echt bezighoudt. Dus ik wil ook heel veel werkbezoeken doen. Een aantal nu echt in de 1-op-1 gaat nog net een beetje. Als je alle maatregelen goed neemt en op afstand, en dus dan krijg je toch wel een paar werkbezoeken nog wel georganiseerd. Maar ja, je moet wat creatiever worden. Maar we liggen nog steeds redelijk goed op schema. Wat voor werkbezoeken zijn dat? Gaat u bij rijscholen langs of bij de brancheverenigingen? Allebei. Allebei. Maar ik wil het ook vooral eigenlijk van de mensen zelf horen. Dus daarom hebben we ook gebruik gemaakt van een enquête. Zowel bij rijschoolhouders als ook mensen die er misschien op een andere manier bij betrokken zijn geweest. Om via die weg ook even te kijken wat is nu ook de veranderingsbereidheid. En waar lopen mensen nou echt tegenaan? Wat zien rijschoolhouders nu echt als een probleem, maar ook de kant van de consument. Wat vindt de consument daar nou van? Degene die rijlessen nemen of de familie daarvan. Dus zo proberen we van alle kanten, ook degene die de examens moet afnemen, ook degene die het lesmateriaal moet bedenken en ontwikkelen. We proberen van alle kanten de informatie te krijgen. Ja, nou is dit, straks ligt er een adviesrapport. Wat gebeurt er als dat af is? Blijft het bij een advies of... Ja, ik zit niet meer in de Kamer, maar het is een opdracht van de minister. Dus ja. Als het rapport helemaal klaar is, dan overhandig ik hem aan de minister met het verzoek om er een reactie op te geven en het rapport inclusief de reactie van de minister door te sturen naar de Tweede Kamer. Ja. En dan is het aan de politiek om te kijken wat ze ermee gaan doen. En ik verwacht dat het ministerie sowieso een heleboel dingen nu al gewoon kan beginnen. En daar waar ze de politiek voor nodig hebben, dat is even afwachten, omdat er ook verkiezingen aankomen. Wat voor punten zou de politiek al op kunnen beginnen? Nou, kijk, als het sowieso al... het ministerie vooral. Die kan natuurlijk heel veel in voorbereidende zin gaan doen. Als er voor een aantal dingen, ik noem maar wat op, een wetswijziging voor nodig is, dan is er ook een lange voorbereidingstijd nodig. Nou, daar kunnen ze natuurlijk altijd mee beginnen. Ja. Als je het hebt over nieuwe contacten leggen of op gebied van lesstof. Nou, ook daar kunnen natuurlijk al lange breed natuurlijk weer onderzoeken of vragen uitgezet worden die de minister dan daarna aan de Tweede Kamer kan voorleggen. Ja, is er eerder al gezegd, voor een garantiefonds is bijvoorbeeld niet die politiek nodig voor het instellen daarvan. Nee, dat is afhankelijk van welk advies. Ik weet van mijn vorige advies bij de arbeidsmigranten waar meer dan 50 adviezen gegeven zijn. Dat voor de helft is er een wetswijziging of zelfs een nieuwe wet nodig. Ja. Maar voor de helft kan de minister bij wijze van spreken zo mee beginnen. Ja. Kijk, hoe dat nou hier precies uitpakt, dat kan ik in deze fase nog niet zeggen. Want zover zijn we nog niet. Maar ongetwijfeld zitten er veel dingen bij waar ze direct mee kunnen beginnen. Ja, dan zijn er in maart weer verkiezingen. En het is ook mogelijk dat minister van Nieuwenhuizen dan van post wisselt. Bent u dan niet bang dat rapport op de plank blijft liggen? Nee, want het is ook echt een verzoek die echt uit de branche zelf komt. Er is natuurlijk al heel veel gesproken met de branche en met vertegenwoordigers uit de branche over zaken, misstanden die men ziet en verbeterpunten die men graag geregeld ziet worden. Zo'n alliantie Samen Sterk heeft al een keer een lijvig rapport gegeven. Ja. Nou, daar maken we natuurlijk veel gebruik van die advies, want werk wat al gedaan is, dat gaan wij niet overdoen. We gaan hooguit kijken of we dat nog kunnen aanvullen of dat breed gedragen wordt. Dus ja, die druk die is niet van de minister, die komt gewoon van de branche zelf. Nou, en dan maakt het eigenlijk niet uit welke minister er zit, want de branche laat echt wel van zich horen. Nou, begreep ik dat u werkt aan de hand van een klaverblad of vier bouwstenen. Kunt u daar iets over zeggen, die bouwstenen? Nou ja, we zijn in de werkwijze zijn we natuurlijk vooral eigenlijk begonnen met een soort trechter. Ik wil van iedereen horen waar loop je tegenaan en wat is die analyse voor jou? En wat hoort er allemaal in te zitten en gooi het maar allemaal in. Ik probeer echt ook even over de top te denken. Alles moet kunnen en we gooien het allemaal in die trechter. En in onze werkwijze hebben we ook een begeleidingsgroep waar iedereen in zit. Van de rijscholenbranche, organisaties tot de CBR en boven alles zit er een beetje in. En die houden we ook elke keer voor van is daar het raakvlak voor, is dat een oplossing? Is de sector hiermee gediend? Nou, en uiteindelijk ga je gewoon kijken van wat blijft er dan uiteindelijk over? En in die klaverblad hebben we een aantal onderwerpen zitten.
Ene is het de kwaliteit van de rijscholen en van de rijinstructeurs, maar ook de kwaliteit van het lesstof. En zo proberen we die allemaal in die vlakken in bepaalde categorieën te zetten om uiteindelijk op die vier punten met concrete voorstellen te gaan komen. Ja, nou stond er een enquête open waar iedereen op mocht reageren. Dat was tot en met afgelopen maandag, hè, tot 11 januari. Zijn daar veel reacties op binnengekomen? Ik heb de aantallen niet, maar er is heel veel gebruik van gemaakt. Daar wil ik iedereen ook ontzettend voor bedanken. Kijk, en er zijn ook wel op mensen die zeiden van ja, daar stonden niet alle vragen in die we hadden gewild. Of sommige vragen, ik dacht van ja, moet het daar wel over gaan? Het is voor ons ook een beetje om een algemeen beeld te krijgen. Het is niet dat dat nou 100% leidend is. Maar doordat er zoveel mensen, zowel rijschoolhouders zelf als ook mensen van daarbuiten, krijgen we ook wel een beetje een beeld van wat er ook verschillend gedacht tussen mensen buiten de rijschoolbranche en daarbinnen. En hoe groot is nou echt de noodzaak om tot grote veranderingen te komen? En dat beeld begint toch wel echt boven tafel te komen. Ja, nou is het een verdeelde sector. De Alliantie Samen Sterk benadrukte steeds hoe bijzonder het is dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En ik geloof dat Ruud Rutte het ook had over de kikkers die in de kar blijven. Ja. Is het ook aan u nu om draagvlak te creëren voor de veranderingen die mogelijk gaan komen? Ja, dat ga ik zeker proberen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk. Want als ik met adviezen ga komen waar totaal geen draagvlak in is, dan kan ik net zo goed stoppen. Dus ik vind het ook heel belangrijk als mensen bij bepaalde veranderingen dadelijk twijfels hebben, om ook goed met hen in gesprek te gaan waarom dat wellicht toch een goede suggestie zou zijn. En misschien voor de langere termijn. Want laat helder zijn, een paar dingen wil ik er toch wel even op aangeven. Ik vind namelijk dat de rijschoolinstructeur is veel meer een vak en zou veel meer als een vak gezien moeten worden door de buitenwereld dan het beeld nu is. En dat heeft met een aantal factoren te maken. Ik zie het ook meer als een rijschooldocent. Ik vind het ook veel meer een onderwijsuitstraling moet hebben dan je doet het er maar even bij. En dat heeft met kwaliteit te maken, maar ook met betaling te maken. Ik vind dat een gemiddelde rijschool ongelooflijk veel uren moet draaien voor een karig salaris. En ik vind dat ook niet passen bij zo'n verantwoord vak wat je daar hebt. En waar ook verkeersveiligheid mee gemoeid is. We willen allemaal dat mensen worden opgeleid tot een chauffeur die bijdraagt aan verkeersveiligheid. Dus ik wil ook dat rijinstructeurs, maar ook degenen die rijinstructeurs gaan opleiden, dat er ook nog meer een vak gaat worden. Dat als jij straks bijvoorbeeld ook zou kunnen kiezen om dat vak te gaan doen op een ROC, dat je veel breder wordt opgeleid. Dat je op veel meer terreinen in de verkeersbranche wordt opgeleid, waaronder bijvoorbeeld docent, rijinstructeur, rijopleiding. Dat betekent ook iets dat je moet doen over de kwaliteit van de lesstof. Veel meer op dezelfde manier als dat bij het ministerie van Onderwijs gedaan wordt. Wat moet er allemaal in het curriculum gedaan worden? En kunnen we ook niet in het hele proces van examinering veel meer kijken van instappen van wat beheerst iemand al, zodat hij ook veel natuurlijker naar een examen gaat. Dat zo'n examen niet een momentopname wordt, maar meer een afsluiting, omdat al bijna is aangetoond op basis van wat de rijdocent heeft bijgehouden, dat hij al die onderdelen al beheerst. Dan krijg je ook veel minder het stressmoment van een examen. Nou, als je met zo'n idee gaat rondlopen, dan wil je daar ook draagvlak voor krijgen, want dat was natuurlijk uiteindelijk de vraag. Ja, dat was de vraag, ja. En dan ga ik ook steeds meer kijken van kunnen mensen in deze verandering mee? En hoe snel zou je dan zo'n verandering ook kunnen? En wat betekent een betere, stevigere opleiding met ook een betere inkomensgarantie voor de rijdocent, ja, voor de kosten die de mensen moeten gaan betalen. En kunnen we daar dan nog iets aan doen? Dus zo proberen we die hele puzzel rond te krijgen. Ja, nou hadden wij hebben pas een enquête gedaan naar wat een faire lesprijs zou zijn. En daarin vroegen we ook, zou het goed zijn als er een wettelijk minimumtarief komt? Ziet u dat ook gebeuren? Nou, ik heb een beetje de indruk, ik snap die vraag eigenlijk heel erg goed. Maar ik heb op dit moment ook wel het idee dat daar wettelijk nogal wat beperkingen bij zijn. Maar we kijken naar alle suggesties. En we willen vooral ook voorkomen, op welke manier dan ook, dat die race to the bottom, want dat is waar heel veel rijscholen ook ongelooflijk last van hebben, dat mensen op allerlei manieren proberen ver onder die prijs te gaan duiken om te concurreren, waardoor het voor een normale school niet meer te doen is om een normale boterham te verdienen.
En dat zijn nou degenen die gezegd worden van die maken er gewoon misbruik van de situatie. Of die zijn soms zelfs wel aan het frauderen. Of die maken er een zootje van. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. En wij willen in onze adviezen ook zo ver gaan dat wij die mensen ook echt van de markt af kunnen halen. Zodat de kwaliteit overblijft. Ja, nou heeft Coran van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zei bij de overhandiging van dat startdocument van de Alliantie, Samen Sterk, zei ze dat rijinstructeurs, of rijdocenten, misschien wel de belangrijkste rol hebben in de verkeersveiligheid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, die is een beetje te kort door de bocht. Ik ben het wel mee eens dat dit een hele belangrijke is. Maar we weten ook allemaal, zeker op de leeftijd waarop veel mensen beginnen met de opleiding om een rijbewijs te halen, dat gedrag wordt bepaald door veel meer factoren. Ook op die leeftijd, op wat voor milieu kom je. Maar het kunnen lezen van gevaren, dat een soort psychologisch deel in de opleiding, ja, dat zijn wel hele belangrijke zaken. Maar dan moet een rijinstructeur, een rijschooldocent, moet ook de ruimte krijgen in het curriculum om daar ook echt aandacht aan te besteden. En niet weg worden geconcurreerd door mensen die het niet doen en proberen heel snel maar dat roze papiertje inclusief de theorie te gaan halen. Ja, als alles waarvan je zegt van ja, dat is zonder echte kwaliteit te leveren. Ja, precies. Nou wordt het frame van de cowboy vaak gebruikt in de rijschoolsector. Want dat is dan degene die geweerd zou moeten worden. Bent u het eens met dat frame? Hoe zou u de cowboy omschrijven? Nou, ik heb inmiddels ook wel geleerd dat een deel van de sector weg te zetten, dat de goeie daaronder lijden. Want die voelen dan van, dan heb je het over de hele sector. Daarom heb ik hem bewust niet genoemd. Ja. Ik noem nu gewoon bewust degene die misbruik maken van een situatie. Niet voor de kwaliteit gaan, maar voor het snelle gewin zonder kwaliteit te leveren. Dat zijn niet de mensen die je op deze markt moet hebben. Ja. En dat willen wij, linksom of rechtsom, willen we die weren. En of dat met een certificeringsplicht of een registratieplicht, op welke manier, dat moet nog uit onze onderzoeken gaan blijken wat de beste manier is. Ja. Maar dat die misbruik echt van de markt moet, dat staat als een paal boven water voor mij. Ja, helder. Marilon, er zijn ook wat kijkersvragen binnengekomen ondertussen. Ja, best wel wat. Wat veel kijkers zich afvragen, dat is, kijkt u alleen naar de rijschoolsector of doet u ook aanbevelingen hoe het CBR kan verbeteren in de samenwerking met de rijscholen? Absoluut. Dat is zeker een belangrijk onderdeel. En niet alleen het CBR, maar ook meer instanties die daarmee bezig zijn. Misschien moet er wel daarnaast een apart orgaan komen die op een aantal, bijvoorbeeld een curriculumcommissie. Ook willen we kijken van wat is nou precies de core business van het CBR en moet daar misschien iets bij of juist iets vanaf. Dus we gaan zeker daarin kijken, want daar hebben we ook veel opmerkingen over gekregen. Dus dat is absoluut een deel van het onderzoek dat we doen. En daarop inhakend vraagt iemand zich af, die zegt, waarom is maar één organisatie waar je rijbewijs kan halen? Is het niet mooier als er concurrentie komt met als doel om de rijscholenbranche te innoveren, maar vooral om de kwaliteit te bevorderen? Nou, ik heb juist het idee, dan moet je dat niet doen. Maar je moet heel, heel duidelijk maken, dat moet veel duidelijker. En zoals bij het onderwijs ook is, je hebt maar één duidelijke afspraak wat de waarde van een HAVO-diploma is. En daar zit een heel curriculum aan vooraf van welke vaardigheden, welke leerstof moet je allemaal eigen hebben gemaakt voor je dat diploma krijgt. En daar zit een heel proces aan vooraf, zelfs tot in stappen van wat je allemaal moet gaan doen. En dat moet je veel beter organiseren. En uiteindelijk kom je bij een exameninstituut die het dan vervolgens het examen aflegt. Zoals het staatsexamen bijvoorbeeld of een eindexamen bij de HAVO is dat bijvoorbeeld ook. Maar daarvoor heb je ook een heleboel toetsen, schoolonderzoeken die je hebt gedaan, die een heel groot deel van het cijfer al bepalen. Nou, we willen veel meer daarna gaan kijken. Kijk, als je gaat concurreren op exameneisen, nou ja, dan zul je daar ook weer allerlei grapjassen tegenkomen die zeggen van bij mij kun je ook wel een veilig diploma halen, maar dan met lagere eisen. Nou, dat moet je niet willen. Je moet heel duidelijk een standaard hebben, een niveau hebben. Omdat we hier echt praten over een vak en dat iedereen die uiteindelijk zijn roze papiertje haalt, dat die ook echt goed is opgeleid. En nu vraagt Vincent zich af, wanneer kunnen wij verwachten dat er gestopt kan worden met de turbo-theorieopleidingen? Nou, wij komen met voorstellen hoe je zowel de praktijk als de theorie veel meer inbedt in het hele circuit. Want wij zijn natuurlijk ook bekend met de manieren waarop sommigen proberen met allerlei trucjes
iemand heel snel tot een truc te leren. Ja, dat bevordert niet de verkeersveiligheid. Als je het vandaag even weet, maar morgen weet je het niet meer. Ja, dan hebben we er helemaal niks aan. Dus ook de theorie moet veel meer in het hele circuit ingebed gaan worden. En ook daar komen wij met aanbevelingen. En nu had Klaas die had een voorstel. En die zei om de één dag theorieles een halt toe te roepen. Is het misschien mogelijk om vooraf aan een praktijkexamen eerst een aantal theorievragen te moeten beantwoorden? En deze dan moeten dan allemaal of een deel goed zijn om te mogen starten met het praktijkexamen. En hij zegt dat dit de leerlingen dwingt de kennis bij te houden. En, want uiteindelijk willen we natuurlijk graag met betrouwbare bestuurders de weg op. Ik vind het absoluut een richting waar wij voor een deel ook in denken. Sterker nog, ik denk dat wij best wel eens in de richting kunnen gaan. Dat we zelfs al een deel van de theorie belangrijk vinden voordat jij je eerste les begint. En er is nog een algemene vraag. En de kijkers vragen zich af, is het niet vooral negatieve beeldvorming door excessen die de pers halen? Ik kan geen invloed uitoefenen op beeldvorming. Het is ook zo dat de beeldvorming wordt vaak bepaald door negatieve voorbeelden. Dat is jammer. Maar ik denk dat iedereen het erover eens is dat het vak van rijdocent veel meer als een vak gezien moet worden. Dat ook gewoon in betaling ook veel tot uiting moet komen. En dat we meer aandacht moeten besteden, daadwerkelijk aan de kwaliteit van de rijlessen en van de rijinstructeurs, ook de nieuwe die allemaal op de markt gaan komen. Ik ken nog de periode dat mensen lang thuis zaten bij het UWV, zeiden nou, dan ga je toch maar rijschool instructeur worden. En dan kreeg je een paar maanden, dan kreeg je een paar lessen en dan was je rijinstructeur. Ja, we willen wel mensen opleiden die deel gaan uitmaken van het verkeer en dat op een veilige manier moeten doen. En daarom dat ik vind dat het veel meer een vak is en dat moet uit alles blijken. En John die had het idee dat er een opleiding rijdocent bij het ROC komt en dat het dan een vak wordt, minimaal op mbo-niveau. Ja, dat is een van de dingen waar we heel serieus naar kijken. En dat als je die opleiding hebt gedaan, dat een van de dingen die je daarmee kunt worden, rijlesdocent. Maar het zou ook kunnen zijn dat er veel meer vakken zijn binnen het verkeersveiligheidsaspect, binnen het verkeersaspect, zodat je ook nog eens een keer kunt switchen van het ene vak naar het andere vak waarin je bent opgeleid. En dan hebben we nog een laatste vraag van Leendert. En die zegt, die hoort vanuit diverse kanten dat u de sector onderzoekt. Maar de opdracht vanuit het ministerie is toch veel smaller. Namelijk te onderzoeken of men kan komen tot een certificering van de branche. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wat is de relatie volgens u ten aanname van verkeersveiligheid? Eerst die eerste vraag. Het klopt dat de eerste vraag van de minister was om dat te gaan doen. Toen ik die vraag kreeg, heb ik wel gelijk aan het ministerie gevraagd van is de vraagstelling niet iets te beperkt? Want als je dat wil gaan doen, dan moet je ook de ruimte krijgen om veel breder naar de sector te kijken en breder naar kwaliteitsimpulsen te gaan kijken. En dat is toen het ministerie omarmd en daarna is die opdracht dus wat veel breder geworden. De tweede vraag was ten naam van die verkeersveiligheid. Hoe dat in relatie zag tot elkaar? Nou ja, verkeersveiligheid heeft natuurlijk met heel veel aspecten te maken. Maar het is onmiskenbaar dat het begint bij de goede start. Omdat dat jij goed opgeleid bent, zowel op het gebied van theorie als van de behendigheid om een auto te besturen. Maar ook om gevaren tijdig in te zien en dat te onderkennen. Ja, dat maakt dat het een hele brede opleiding moet zijn van hoge kwaliteit. Want mensen gaan daags na, zijn ze wel bevoegd om in welke willekeurige auto dan ook de weg op te gaan. En we willen graag allemaal s'avonds weer veilig thuis zijn. Ja, nou dan duim een beetje voor de mbo-opleidingen, denk ik zo. En er is nog een wel een interessante vraag. Het is namelijk, er zit ontzettend veel kennis en ervaring in de branche. Stelt u ook een kerngroep van rijschoolhouders door het hele land samen om te sparren? Eigenlijk doen we dat, ja, want we hebben een begeleidingsgroep waarin echt behoorlijk wat sectoren zitten. We zijn bij heel veel rijscholen, hebben al overleg gehad, soms digitaal, soms ook gewoon daadwerkelijk fysiek met een werkbezoek. En met die enquête proberen we juist zoveel mogelijk
mensen te bereiken. We nodigen overal, en dat wil ik hier ook doen, als mensen nog suggesties hebben. Daarom ben ik ook heel graag uitgenodigd voor dit interview. Als mensen nog echt goede suggesties hebben, mail ze ons. Laat het ons weten. Dan kunnen wij die weer in die trechter gooien. En alle goede ideeën die behulpzaam zijn, die gaan we weer met de deskundigen en met de hele begeleidingsgroep gaan we bekijken wat we ermee kunnen. Nou, u hoort, u wordt allemaal uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan met meneer Roemer. En dit waren de kijkersvragen. Ja, het zijn niet alle kijkersvragen, maar wij zorgen ervoor, wij verzamelen ze allemaal en we zorgen ervoor dat die zo meteen bij de commissie terechtkomen. Meneer Roemer, ontzettend bedankt voor de tijd. Succes. Heel graag gedaan. Rapport. We kijken er naar uit eind februari. Absoluut, ik ook. Dus ik heb er heel veel zin in. Goed zo. En succes allemaal, zeker in deze hele moeilijke tijd. Bedankt. De leslokalen moeten dicht. En wat doe je dan als opleidingsaanbieder? Rijinstructeur bij Jongepier, directeur Simon Jongepier, bedacht een list. Hij bouwde een professionele studio. Van hieruit kunnen lessen gewoon doorgang vinden. Het is in goed Engels een mix van education en entertainment. Al met al, zo onderstreept hij, een blijvertje. Hey Simon, hoe is het? Ja, hey, goedemiddag. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, we mogen alleen natuurlijk even geen klassikale lessen meer verzorgen. Dus daar hebben we natuurlijk wat op gevonden. Wat dan? Waardoor het net of is of je in de klas zit. Ja, we hebben een Zoom-studio laten bouwen. En dat is helemaal top. We gaan kijken, hoor. Wordt er op dat protocol ook iets aangegeven over dwarsverbanden? Op het eerste blad, kijk maar eens goed. In principe wel, ja. Als ze nut en belang hebben, wat heeft dat als voordeel? Het gaat mij om juist die beleving te creëren, net of dat je eigenlijk in de klas zit. En met gewoon Zoom, nou, dat heb je zelf ook ervaren, heb ik laten zien. Dat is een heel ander verhaal. Dus dat werkt gewoon veel minder prettig. Overdreven? Nee, want door die studio kun je de interactie maken, waardoor die beleving veel leuker wordt en die leerling geboeid blijft. Want dat is natuurlijk de truc. Hoe hou ik die leerling geboeid? Dus door middel van die studio heb je veel meer opties. Het wordt voor de leerling leuker. Je kan het bord goed gebruiken. Je kan veel meer opties doen. De breakout rooms waar we die cursisten in zetten met opdrachten. Ja. Wat heeft jouw doel besluit om het op deze manier te organiseren? Nou, daar waren we eigenlijk al mee bezig, want ik had dit al gezien. En we gingen al opleidingen doen via interactief webinar, zo noem ik het ook. Uiteindelijk hebben we het in december geplaatst. Ja, en toen zijn we dat verder gaan ontwikkelen. Dus sowieso waren we al van plan, en dat gaan we ook doen, want dinsdag start bijvoorbeeld de eerste opleiding rijinstructeur via interactief webinar. En volgende week zaterdag start de zaterdagopleiding. Dus we hadden dat al in de schoenen staan. Alleen ja, doordat de lockdown kwam, was net eigenlijk de studio klaar en konden we meteen los. 10 over 11, wat lerend leren is en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Tot zo. Inmiddels loopt dat zo leuk en krijgen we zulke goede reacties deze week ook weer van de cursisten. Dat volgende week dinsdag wordt de tweede geplaatst. Omdat de eerste zit gewoon 6 dagen in de week inmiddels vol. Ja. En we merken gewoon dat die interactie beter is. Dus we gaan bijvoorbeeld ook in de B-opleiding 1 of 2 keer per week een vraag- en antwoorduurtje doen via de studio. Ook voor de mensen die normaal klassikaal volgen. En daarnaast konden we de klassikale opleiding op deze manier veel beter door laten lopen. Dus die mensen hoeven nu niet te wachten tot de lockdown voorbij is. Qua theorie dan, want de praktijk kunnen we natuurlijk niks. Maar met theorielessen kunnen we gewoon door met de mensen. Ja, en zitten ze gewoon in groepen. En dat doen we dan niet in hele grote groepen. Bij de B-opleiding maximaal 12. En bij de bijscholing maximaal 15. Dus we hebben wat leuke gadgets verzonnen. Die gaan we ook gebruiken straks. De duimpjes, de 100%, dat soort dingen. Die laten we nu even maken. En we hebben nog wat gadgets. Ja, dus die gaan we straks ook, als we die in huis hebben. Helaas heb de drukker even nodig. Maar bij de B-opleiding gaan ze dat bijvoorbeeld krijgen. Straks ook bij de bijscholing. We gaan de motor gaan we doen. De vrachtauto, de bus, aanhangwagen. Gaan we de theorie-sessies ook via de Zoom-studio doen. Dus ik zeg altijd, het moet een beetje edutainment zijn. Zoals we dat met een mooi woord tegenwoordig noemen.
een feestje. Het moet gewoon leuk zijn. En de mensen moeten aan het eind van de dag zeggen, ik heb een topbijscholing gehad, of ik heb een topopleiding voor de B gehad, of voor de motor, of wat dan ook. En ik heb wat geleerd, dat was de bedoeling. Maar het was ook gewoon leuk. En het was net of dat ik eigenlijk in de klas zat. Het oude normaal. Ik denk dat er een gedeelte is wat zomaar een klassikale les zou willen volgen. En een gedeelte niet. Ik heb nu mensen die komen uit van Groningen tot aan Breda bij mij spreken. Ik heb er nu zelfs eentje uit België die hier de cursus volgt. Die komt naar Aalsmeer toe. Voordeel is nu, we hoeven de lessen niet te staken vanwege de corona. We zitten wel met examens. Maar die groepen hebben voorlopig nog geen examen. Dus die kunnen door of ze kunnen starten. Dus we kunnen daarmee gewoon door. En ik denk er van een groep die er ook is, die zegt, ja, dan hoef ik niet te reizen. Dus ik kan het via die manier doen. Dus ik denk dat je twee soorten opleidingen gaat houden. Er is een doelgroep die vindt het fijn om klassikaal te zijn. Maar ik denk ook een groep die hier al mee gewend is. De volgende generatie is hier al veel meer mee bekend. Volgens Simon is er een tekort aan rijinstructeurs. Hoe vind je nieuwe rijinstructeurs en maakt de coronacrisis die zoektocht nou moeilijker? Voordat we verder praten hebben we meteen een poll voor de kijkers. Is er een instructeurstekort? Onderin je scherm verschijnt de poll. Die kan je met ja of nee invullen. En heb je een vraag aan Simon, stel die dan vooral in de comments. Simon, je hebt het in de video over edutainment. Ja. De mix van entertainment en onderwijs. Waarom wil je die twee mixen? Nou ja, we zitten op dit moment natuurlijk met klassikaal kun je niks. En je wil zoveel mogelijk interactief les kunnen geven. Ja. Dus dat betekent dat je ook dingen moet doen om de mensen bij de les te houden. Vandaar dat wij hebben gezegd... De bordjes. Bordjes bijvoorbeeld. een muziekje, noem maar wat op. We hebben de breakout room, zoals wij dat noemen, waarin cursisten in groepjes gaan en dingen uitwerken, daarna terugkomen en daarover vertellen. Zodat die dag... ik denk dat als je normaal Zoom zie je heel veel. Zitten mensen achter een computertje, een docent, geeft les, zie je mooi die koptelefoon op en that's it. Maar bij ons kan die docent dus bewegen, want die zit gewoon in zijn lokaal te werken. Ja. En kun je veel interactiever doen. En dan krijgen we gewoon heel veel positieve reacties. Voor die docent is het ook misschien meer alsof die in een normaal lokaal zit. Dat is wat we proberen, die beleving te creëren, dat mensen net of ze in het klaslokaal zitten. Ja, precies. Hey, zolang de lockdown duurt, liggen rijscholen stil. En jouw verwachting is dat als het 9 februari is, of eerder of later, dat gaan we merken, dat er meer dan genoeg werk is. Jij verwacht een tekort aan instructeurs. Hoe zit dat? Nou, ik ben niet de enige. In de hele LBV, onze vereniging van opleiders, verwachten we dat. Dat was er natuurlijk al. Dat was er al voor de vorige lockdown. En nou zeg ik niet dat we ineens duizenden instructeurs erbij moeten hebben. Nee. Maar er zijn rijscholen bij die zoeken mensen. Er zijn rijscholen bij die natuurlijk geen mensen zoeken. Alleen wij merken gewoon dat die vraag er al was van voor de vorige lockdown. Toen ging de eerste lockdown ging alles los. Ja, gaan mensen bellen? Heb je nog instructeurs? Ja, ik kan ze niet uit een blik trekken. Ik heb ze helaas niet in de kofferbak van mijn auto zitten. En dat merkten we nu weer voordat deze lockdown kwam. Want we hebben gewoon redelijk wat klanten die ook mensen laten opleiden. Omdat ze gewoon de vraag niet aan kunnen. Het is natuurlijk niet alleen de rijlessen voor de auto. Maar we merken natuurlijk de motorverkopen stijgen nog steeds 20%. En ik denk, we zitten in een enorme vergrijzing nog de komende 5 jaar. Er is gewoon op dit moment meer vraag dan aanbod. Ja, dus los van die coronaproblematiek en de lockdown nu... Was er al vraag naar nieuwe instructeurs. En die zijn ook moeilijk te vinden. Dat heeft ook een aantal oorzaken. Een daarvan is denk ik ook de beloning die in de branche is. Ja. Waardoor mensen voor andere beroepen kiezen dan voor rijinstructeur. Ja, Marilon, zijn de kijkers het eens met Simon? Niet helemaal. Nee, ik zie wat gebeuren daar op jouw scherm. Ja, tot nu toe zegt 59% nee. En dat is 41 jaar, dus echt iets anders. Herken je dat beeld? Natuurlijk herken ik dat beeld. Alleen zometeen als de boel open moet en mensen willen lessen, ze willen 2 keer lessen, ze willen 3 keer lessen, dat kan niet. A, ze zijn geen examens. B, we moeten eerst de mensen wegwerken die zeg maar in de wacht zitten. Ja. Dus nieuwe mensen kun je voorlopig ook niet aannemen. Nee, precies. We gaan meteen door naar een volgende stelling. Verwachten dat die wachtlijsten het komende jaar langer worden, ja of nee? Je kan het opnieuw onderin je scherm aangeven. Simon, wij zagen na die vorige lockdown in mei zagen wij dus heel veel vacatures voorbij komen in onze vacaturebank. Ja. Nu is dat maar mondjesmaat. Nu zitten we ook in de lockdown natuurlijk. Deze week staan er bijvoorbeeld maar 2 op. Wolf Rijbewijsshop en Jansen in Alkmaar. Jij zegt, rijscholen moeten zich nu gaan voorbereiden. En misschien wel denken aan nieuwe instructeurs aannemen. Nou ja, ik denk de rijscholen die mensen zoeken, want zo moet je het zien. Ik snap ook dat er heel veel rijscholen zijn die dat niet zien zitten. Maar er zijn natuurlijk ook rijscholen bij die wel willen groeien. Of die zitten met
vergrijzing of instructeurs die overstappen. Want ik weet gewoon in Noord-Holland bijvoorbeeld op het grote spul, vrachtwagen, bus en zo, worden ze gewoon bij elkaar weggekocht op dit moment, omdat ze er niet zijn. Oh. Dat gebeurt gewoon. Dus ik denk dan van nu zit je natuurlijk in die lockdown. Laat mensen beginnen met die opleiding. Want voordat je de eerste mensen los hebt, ben je vier, vijf maanden verder. Dan moeten ze nog stage lopen. Dus ga je na de lockdown een keer beginnen, ja, dan duurt het helemaal lang. Ja. Dus nu is denk ik juist een mooie periode. Het theoretische stuk kan je alvast... Ja, daar kun je natuurlijk nou mee beginnen. Vanuit jouw Zoom-studio. Onder andere. Kun je al beginnen. Dus je kunt nu werken daaraan. Want net wat ik zeg, straks worden wij weer gebeld. We worden nu al gebeld, want er zijn rijscholen bij. Nou ja, Willem vertelde ook net dat hij iemand heeft aangenomen. Ja, alleen wij trekken ze niet uit een blik. En dan kan ik Gijs Kantelberg bellen, ik kan Wilbert van Beersen bellen, ik kan Paul Vrijn van Hoekstra bellen. Dat zijn andere opleiders. Andere opleiders, collega's van mij. Die hebben ze ook niet, want dat is gewoon het verhaal. En het is niet zo dat de klassen allemaal met bakken vol zitten. Nee. Want dat is de laatste jaren niet zo. Nee, ja, de volgende vraag op mijn lijstje is er wel belangstelling van nieuwelingen voor die opleiding? Ja, die is er zeker wel. Moeten we wel veel ook wat voor doen, hoor, moet ik zeggen. En ik weet ook dat er rijscholen zijn. Dus die mensen werven en bij ons in de opleiding stoppen. En die moeten daar ook meer voor doen. En een van de, we hadden gedacht van nou, misschien door de corona worden er wat mensen in de horeca of Schiphol of dingen ontslagen. Ja. Makkelijker omscholen, maar ik zie dat nog niet heel erg in het beeld terug. En mijn mede-collega's waar ik contact mee heb ook niet. Ook niet, nee. En ik denk dat een gedeelte daarin meespeelt, is ook de prijs. Ja, ja, want hoe kan je dan die nieuwelingen motiveren om deze opleiding te doen? Ja, als ik nog steeds lesprijzen hoor van 36 tot 41 euro... Dan denk je, ja jongens, dan kun je ook niks. Daar kun je geen personeel van betalen, daar kun je niet mee investeren, daar kun je niks mee. Dus is het moeilijk aantrekken, want branches zoals de IT zoeken ook heel veel mensen. Ja, ja, dus als je mij gaat leren, omscholen... Ja, en de IT-branche betaalt een iets ander salaris. En nou zeg ik niet dat wij daar kunnen komen, maar als wij die lesprijs eens op een normaal niveau krijgen, waar mensen normaal salaris mee verdienen, maar ook wat geld kunnen opsparen om of te investeren of te doen, ja dan kun je ook betere salarissen betalen. Kun je ook andere, of ja, kun je ook denk ik makkelijker aan goede mensen komen. Ja, ondertussen is de poll uitslag er. Ja, inderdaad. Nou, het grootste gedeelte van de kijkers die verwacht dat de wachtlijsten langer worden, inderdaad, met 83% zegt ja. Dat is flink, ja. Ja, zeker. Eigenlijk bijna geen twijfel over. Dus hoe gaan ze die mensen wegwerken zometeen? Ja, met die nieuwe klanten. En dan kun je nieuwe klanten kun je dus eigenlijk niet bedienen. Nee. Nee, ja, of wachten dus. Ja, maar dan ja, kan ook. Ook weer gemiste omzet misschien. Hoeveel ruimte denk je dat er is op de markt voor nieuwe instructeurs? 100, 200? Nou, dat zijn er geen duizenden gelukkig. Nee. Dat is ook niet goed. Ik heb al vroeger ook altijd gezegd, er is een jaarlijkse stroom tussen de 600 en 800 instructeurs die uitstroomt. Ja. En die als je kijkt naar die IPCI-cijfers, is dat en die moet instromen. Nou, dus je zou daar... Nou, nu speelt de vergrijzing dan wat extra mee. Misschien zijn er mensen die nu stoppen door de corona. Misschien zijn er ook mensen die in die vergrijzing zitten. Ja. En die zeggen van, joh, na die corona, ik doe die leerlingen die ik nog had, die maak ik af en dan stop ik lekker met mijn rijschool. Ik vind het mooi geweest. Ja, ja, wat zullen het er zijn? Ik denk ergens tussen de 100 en de 250. Ja, dat is... En ik denk dat er heel veel ook zit, of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Vooral motor. Goede motorinstructeurs zijn er niet. Ja, en die bus en vrachtwagen dus? Nou, de bus niet, want die ligt op zijn kont. Het openbaar vervoer ligt op zijn kont. Ah, ja, dus maar de vrachtauto, de vrachtauto zeker. Is En ook motor. Dus het zit niet alleen in de auto. Ja. Nou, was het in het verleden lastig om stageplaatsen te vinden? Hoe staat dat er nu voor? Ja, stageplaatsen valt op zich wel mee. Maar het punt zit hem in goede stageplaatsen. Kijk, en wat maakt een stageplaats nou, een goede stageplaats? Dat daar tijd in die stagiairen wordt gestoken. Mm-hmm. Vaak wordt er gewezen naar ons als opleiders, maar ik denk dat heel vaak vergeten wordt dat de rijschoolbranche wou dat de mensen niet praktijk genoeg opgeleid waren. Ja. Die wilden dat praktischer. Dus moest dus stage komen en dat moest naar de rijscholen. Nou, daar is prima niks mis mee. Ja. Dat is vanaf 2009. Maar we zien natuurlijk ook dat er tijd vrijgemaakt moet worden. Je moet met die leerling gaan zitten, moet je voorbereiden, laat hem een les uitwerken, laat hem doen. Ja. Dus je moet daar tijd in stoppen. Nou, dat willen er veel niet. En misschien is die tijd nu zelfs wat nijpender. Die tijd zal nu nog nijpender zijn. Ja. En we zien natuurlijk ook de gasten die er een verdienmodel van maken. Waar 1500 euro voor een stageplek wordt betaald, wordt er in de week doorheen geramd. Ze stappen in bij een les om de hoek. Als die meneer van de IPCI weg is in die regenjas, ja, dan wordt er omgewisseld. Ja. En terugkomen doen ze het ook weer. Dus die stagiair krijgt, die mag niet eens lesgeven. Ja. Dus het zit hem denk ik ook vooral in goede stages. Dit zijn verhalen die jij dan hoort van de leerlingen. Ik ken ook rijscholen die hele goede stages doen. Die stoppen daar tijd in, die doen hun best.
Of ook rijscholen die zeggen, ik vind dat leuk. Ja, want als dit nou de plek is waar jij blijft werken, dan wil je ook dat dat een goed opgeleide instructeur is. Ik neem aan, vooral als jij een rijschool hebt waar mensen komen werken, dat je dat goed wil doen. Ja, ja, precies. Nou, is die kwaliteit van instructeurs een van de punten waar Roemer zich over buigt. Dat hebben we net ook al gehoord. Als opleider heb jij daar ook een rol in. Ja. Hoe krijg je die kwaliteit van instructeurs omhoog? Nou ja, dan zul je gewoon andere dingen moeten gaan doen. En dat heeft niet te maken met de instroom, denk ik. Want dan hoor ik, ja, we moeten hbo'ers hebben. Nou, dat hebben we in 2009 gehad, toen de nieuwe WRM kwam. Ja. En dat waren hele leuke mensen in de theorie. Maar heel veel van de hbo'ers, die kwamen in de praktijk niet uit de voeten. Ja. Dus die hadden grote problemen toen met stage, met het lesgeven, het overbrengen. En ik ken ook mensen, van al die jaren dat ik het thuis al meemaak, die vroeger misschien geen school hadden of lagere school, LTS, noem maar op, wat ik zelf trouwens ook heb. En het waren toppers in de praktijk. Ja. Toppers in de praktijk. Ja. Dus ik vind niet dat het schoolniveau dat zegt. Dat basisniveau waarmee je begint, dat hoeft niet omhoog. Nee. Dat hoeft niet omhoog. Nee. Maar je kan wel dingen doen. Wij gaan dit jaar, net zoals we in de Zoom-studio doen en dat soort dingen. Wij zijn heel erg bezig dit jaar met de kwaliteit omhoog te voeren. Dus we gaan ook dingen doen. Een van de dingen die ik in ga voeren in de opleiding is het geven van theorieles. Is niet verplicht, nee. Maar ik denk als mensen dat leren, geeft dat ze zelf een goede bagage weer mee bij het lesgeven. Wij gaan dat bijvoorbeeld invoeren. Ja, in een praktijkles leren, ja, wat is op die remtrap aan de rechterkant van de stuur trekken als je op de andere stoel zit. Mm. Zo zijn er heel veel dingen die je denk ik kunt doen door die kwaliteit omhoog te gooien. Aan de andere kant is het ook heel simpel, hangt ook een prijskaartje aan. Ja, en dat maakt jou misschien duurder dan andere opleiders. Ja, zo simpel is het. Ja. Waarbij je natuurlijk wel wat kan verdienen om weer te herinvesteren in ontwikkeling van die opleiding of dingen te doen waar die je erin kan stoppen. Dus we praten redelijk wat met klanten op dit moment, ook vorig jaar eigenlijk al. Van joh, wat mis je nou? Wat zouden we kunnen toevoegen? Hoe gaan we dat doen? Dus dit jaar is voor ons als opleider wel een klap. Omdat ik wil een klap maken in de kwaliteit. Ik hoef niet meer de grootste te zijn, dat wil ik ook niet meer. Tijd heb ik gehad, tijd heb ik gezien. Allemaal last en allemaal toestanden. Je wil liever bij die top horen. Nou, ik wil bij de top horen, bij de beste. Ja. En dat heb ik natuurlijk een beetje in de genen misschien ook wel zitten. Heb ik van iemand geleerd die heel goed was vroeger. En ik denk dat wij zijn visie willen wij gewoon uitrollen. Jij bedoelt je vader, hè? Die bedoel ik. Ook mijn moeder, want mijn moeder heeft natuurlijk ook een bijzondere bijdrage. Wat mensen ook vinden van haar manier van lesgeven. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen blij waren dat ze een beetje pittig was. Ja. Waardoor ze het wel haalden dat er op vak was. Maar ik denk gewoon van ja, wij willen het anders doen. En ik wil gewoon naar de beste toe. En ik hoef massa is kassa, wil ik niet meer. Massa is kassa, ja. Dus ja, we gaan dat gewoon anders doen. En dit jaar zal een enorme klap geven, verwacht ik, in ons bedrijf hoe wij dat gaan doen. Ja. Want een opleiding moet ook een stukje beleving zijn. Marilon, zijn er nog kijkersvragen? Ja, absoluut van Inka, die zegt als je al rijinstructeurs B kunt vinden, maar waar komen die rijinstructeurs CE vandaan? Die zijn erg dun bezaaid, nog erger dan de B. Ja, nou, maar dat zeg ik net ook. Vooral de andere categorieën, echte motorinstructeurs die op de motor erachteraan gaan, zeg ik dan altijd. Want die jongens die... Die niet in de auto zitten met de les. In de auto erachteraan zit het liefst nog een leerling die rijles geeft. Dan noem ik geen motorinstructeurs. Ik zeg een echte motorinstructeur, een motorinstructeur, die moet je ook in de winter voor zijn motor afschoppen, zeg maar. Maar dat is bij de vrachtwagen en de aanhangwagen helemaal het probleem. Ik weet dat het in Noord-Holland bij een aantal klanten van mij worden ze weggekocht. Gewoon op dit moment, vooral op het grote spul, jongens uit Rotterdam die in Amsterdam gaan werken, hoor ik. Nou, leg mij dat uit met alle reistijd en toestanden. Ja, en die zullen nog moeilijker te krijgen zijn. Dus waar kijken we naar? Ja, ik heb gelukkig wat mensen die bijvoorbeeld bij een transportbedrijf hebben gezeten, daar niet meer kunnen. Vanwege knieën of dat soort dingen. Maar prima jongens zijn, juist voor op die vrachtwagen les te geven. Die ervaring, die know-how. Maar je zult echt moeten gaan werven en gaan kijken van waar haal ik mensen vandaan. En die haal je niet van de middelbare school vandaan. Nee. Of van een FC. Nee. Ik ga je echt niet los trekken. Ik heb nog een vraag van Asim, die zegt, beste jonge pier. Nu Emiel Roemer suggereert om rijinstructeurs een opleiding te introduceren. Wat je op reguliere scholen als de mbo-opleiding kan volgen. Zie jij dit als een dreiging? Nou ja, kijk, ik zie alles niet als een dreiging, maar ik zie de meeste dingen als een uitdaging, heb ik geleerd in het leven. Want je kan er twee dingen mee doen. Je kan in het hoekje gaan zitten of je kunt er opstaan en gewoon gaan. Ik zie dat niet als een dreiging. Kijk, we hebben dit 10 jaar geleden heeft dat ook gespeeld. En 20 jaar geleden toen de WRM werd veranderd, heeft dat ook gespeeld. Alleen mijn vraag is dan wel van jongens, ik vind het allemaal leuk. Maar die docenten die op zo'n ROC zitten, hebben die ervaring met rijles geven. Al mijn docenten, zogezegd,
komen uit de rijinstructie. Kunnen we vanuit de praktijk vertalen? Dat konden wij zelf al, omdat we uit vroeger een rijschool hebben gehad. Die zouden ook op een mbo-les kunnen geven. Die zouden ook op een mbo-les kunnen geven. Dat zou kunnen, maar ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Ik weet dat dat 10 jaar geleden bij de oude WRM ook plaats zou vinden en daarvoor ook. En als het gebeurt, gebeurt het. Dan zien we wel hoe we daarmee om moeten gaan. Ja, duidelijk. Ja, want John zegt dat als het zeg maar een vak wordt echt op het ROC... dat opleidingsinstituten dan de bijscholingen kunnen doen onder het regime van het ministerie. Nou ja, maar wij hebben er nooit een probleem van gehad. Ik weet ook dat wij in LBV onder andere al voordat de vorige WRM eindelijk rond was... waren wij in een vergevorderd stadium over een certificering voor de opleiders van rijinstructeurs. En dat hebben we met z'n allen opgezet. En dat wouden we juist om beter grip daarop te krijgen... Ja. Alleen ja, toen ging de huidige minister weg, die er toen zat. Kwam er een nieuwe en die zei, zo gaan we doen, klaar. En die certificering was eigenlijk nagenoeg rond. Dus ik heb daar helemaal geen moeite mee. Want ik ben daar niet bang voor dat we aan eisen moeten voldoen. Laat maar komen. Het is ook weer afhankelijk van de politiek wat er gebeurt. Ja, natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk aan de ene kant, maar hetzelfde als bij rijscholen. Van de zotte natuurlijk, dat iedereen maar een instructeursopleiding kan doen. En niet elke instructeursopleiding is hetzelfde. Niet iedereen geeft kwaliteit. Niet iedereen investeert in dingen. En wij moeten ook met onze tijd mee. Vandaar wat wij proberen met de Zoom-studio's. Maar dat is niet alleen voor de lessen. Ook voor een vraag-en-antwoord-uurtje tussendoor voor leerlingen. Hoeven ze niet helemaal te komen reizen. Maar ja, er kunnen veel meer dingen gebeuren. Ja. En nog Jan die zegt... de beloning in de branche is veel te laag. Ja? Hierdoor wordt het beroep van instructeur financieel onaantrekkelijk. En dit heeft natuurlijk alles te maken met de te lage lesprijs. Dit is ook een reden om te werken aan een hoge lesprijs. Dan haal je meer goede mensen binnen en gaat de kwaliteit omhoog. Jan. Ja, dat ben ik helemaal met Jan eens. Alleen wat ik nu zie gebeuren in de branche, en ik snap dat echt niet, maar dat is mijn mening natuurlijk. En misschien kijkt de hele wereld weer over me heen, dat mag. Maar we zitten nu in een lockdown. Die lockdown kost geld. Ja. De meesten hebben niet wat aan de kant gezet, of een aantal hebben niks aan de kant gezet. Of die hebben er op, of, hè? Weet ik veel. Ja. Ja. Dan denk ik, je hebt schade. Die schade moet terugverdiend worden. En dan zie ik rijscholen nog steeds... ja, we gaan na de lockdown lekker door voor 36, 50 of 41 euro. Jongens, dat kan niet in deze wereld. Mm. Dat kan niet meer. Ik zie ook rijscholen, die zitten gewoon al op 55, 60 euro. Ja. Nou, dan hou je wat over, denk ik. Dus ik denk dat nu ook misschien de kans is... dat je prijs kan verhogen met z'n allen. Ja. Want A, die schade zul je terug moeten betalen. Maar B, als we nu eens naar een normale lesprijs willen... is nu de kans, denk ik. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben met Jos en Jos. Maar ik denk dat nu de uitgelezen kans wel is voor de branche om dat te doen. Ja, en om dat ook gezamenlijk te doen. Ja. Ja. En we houden altijd mensen die dat niet doen, maar ja, dat blijft gewoon. Dat is al de 40 jaar dat ik ook in het vak zit, is dat nooit anders geweest. Nog een laatste kijkersvraag. Die is van Sascha. En die zegt, qua rijinstructeurs is het te veel verloop na een korte tijd al stoppen. Mm. En ze zou wel eens willen weten hoeveel mensen er ooit al een instructeursbewijs hebben gehaald en niks mee doen. Ah. Nou, dat is een hele goede vraag, Sascha, maar die kunnen we niet beantwoorden. Want het punt is dat we weten ongeveer hoeveel instructeursbewijzen er zijn bij IPKI. Ja. Alleen, we weten niet welke worden nog gebruikt, welke niet, welke zijn actief. Nee. Zijn ook mensen bij die natuurlijk heel wat anders doen in de code 95 of andere vakken. Ja, we weten dat er ongeveer 15.000 instructeurs zijn en dat er ongeveer 8.000 rijscholen zijn. Maar hoeveel... Ja, maar dat zegt verder niks. Nee. Het is part-time, full-time. Ja. Ik denk dat het tegenwoordig wat minder is van, ik doe het er wat naast. Ja. Een paar uurtjes in de week, zoals vroeger wel was, als mensen bij de marine of in het leger zaten. Dat zijn niet de mensen die onze enquête hebben ingevuld. Nou, dat denk ik een paar uurtjes. Nee, maar bedoel, dus die wereld is ook al veranderd. Ja. Goed. Simon, nog één laatste vraag stellen? Oké, nou vooruit. precies. Daar gaan we gebruik van maken. Welke tip heb jij voor rijschoolhouders en instructeurs om zich voor te bereiden op de tijd na de lockdown? Ja, net wat ik zeg, kijk goed van jongens, je kan los. En ik snap met die problemen met examens, zo moet het houden. Dat probleem hebben wij ook zometeen. Ik heb een gedeelte wat ik nu wel kan plannen, weg kan doen met de IPKI. Maar ja, we weten ook niet, blijft dit of gaat de stekker er zometeen weer uit? Ja. Ik krijg net een appje van mijn broer, die woont in Zwitserland. Dan gaat heel februari de boel daar op slot. Dus wat gaan wij nog krijgen of niet? Ja, wat kun je doen om voor te bereiden? Ik denk dat je gewoon moet kijken, hoeveel leerlingen heb ik? Hoe moet ik die kwijtraken? En dan zit je ook met een gedeelte van examens. En zeg je dan, ik zit tot hier, ik wil dat niet. Want ik moet 80, 90 uur in de week gaan werken en ik wil dat niet. Ja, ga dan kijken van jongens,
Heb ik iemand in mijn omgeving die dat vak leuk vindt of die dat zou kunnen? Ja, en misschien moet je dan toch eens overwegen van, joh, laat die dan starten met de opleiding alvast. Ja. En ik weet dat die morgen niet klaar is. Maar als je dat gaat doen als de lockdown is of we zijn 2 maanden bezig en dan zit je tot hier. Ja, dan duurt het helemaal een tijd voordat er iemand komt. Dan sta je 2-0 achter. Ja. Simon, dankjewel voor je komst hier naar Rotterdam. Mochten er nog andere vragen zijn, dan zorgen wij dat, dat jij die verzameld en wel krijgt. Zal ik ze beantwoorden. Oké, goed zo. Een troost in deze coronatijd. De omzet verdampt niet, maar hij komt later. En hoe zorg je als rijschoolondernemer dat je de toestroom van leerlingen na de lockdown aan kunt? Hoe richt je je agenda en administratie zo optimaal mogelijk in? En hoe kan software daarbij helpen? We horen het van Datadion-directeur Wouter Eikelenkamp. Ja, Rieneke, dankjewel. Hartstikke leuk. Ik ben Wouter van Datadion. En wij maken rijschoolsoftware. Dat doen we al sinds 2005 en inmiddels voor bijna 1000 rijscholen in Nederland en ook in België. Speciaal voor vandaag wou ik graag even wat dieper ingaan met jullie om te kijken wat rijschoolsoftware juist in deze lockdownperiode voor jullie kan betekenen. In algemene zin heeft rijschoolsoftware 3 voordelen voor je. Je hebt minder kosten doordat je je overhead uit je rijschool weghaalt. Ten tweede kun je je omzet verhogen, doordat je een betere service naar je klanten biedt. En tot slot kun je zelfs je winst verhogen, doordat je meer grip hebt op je getallen en beter begrijpt wat er in je rijschool omgaat. Wat dit voor jouw rijschool kan betekenen, heb ik opgezomd in een paar feiten die voor jou ook interessant kunnen zijn. Met rijschoolsoftware worden bijvoorbeeld jouw facturen sneller betaald. In plaats van dat je eens per week met Word of Excel je facturen verzendt naar je klanten, stuurt rijschoolsoftware de factuur automatisch op het juiste moment naar jouw klant. Betaalt de klant niet op tijd, wordt hij bovendien automatisch herinnerd via een herinneringsmailtje. Extra handig is het dat die leerlingen ook via iDeal kunnen betalen en daardoor het lesgeld sneller bij jou op de rekening staat. Daarnaast heb je in je agenda, als het goed is, is die straks weer gevuld en erg vol, geen kans op dubbele planning. Een papieren agenda en via WhatsApp kun je altijd per ongeluk een dubbele afspraak plannen. Maar rijschoolsoftware staat daar niet toe. Je plant altijd maximaal je agenda vol, maar nooit met een dubbele afspraak. Bovendien worden die afspraken altijd bevestigd aan jouw leerling. Dat kan via verschillende kanalen, zoals e-mail, sms of zelfs in een app voor de leerling. En daardoor heb je ook minder uitval in je rijlessen. Dat voorkomt een hele hoop discussie als de leerling niet bij de deur staat, maar het voorkomt ook een heleboel uitval van omzet. Nou, daarnaast hebben we gezien dat rijscholen die starten met Datadion in de eerste 12 maanden nadat ze begonnen zijn, 82% van de gevallen hun lesprijs heeft verhoogd, doordat ze een uitgebreidere en betere service aan hun klanten aanbieden en daardoor hun lesprijs iets hebben weten te verhogen. Nou, zeker dat laatste is natuurlijk erg interessant in de periode dat we weer mogen starten over een paar weken. Op dit moment zitten we natuurlijk thuis, stil, mogen we niet rijden en midden in de lockdown. En zoals het erop lijkt voor nog minimaal 3,5 week. Ik hoor je misschien denken, wat moet ik dan juist nu met die rijschoolsoftware, want ik mag helemaal niet lessen. Maar juist nu is het moment om goed te oriënteren wat rijschoolsoftware voor jouw rijschool kan betekenen. Onze omzet is namelijk niet afgesteld, maar uitgesteld. De leerlingen die nu niet mogen rijden, staan allemaal te wachten om straks weer bij jou aan de slag te gaan. Dat betekent dat we in het vooruitzicht hebben liggen dat het straks enorm druk wordt in de branche en dus ook binnen jouw rijschool. Dat betekent dat dit het moment is om goed na te denken hoe je straks over een aantal weken die drukte goed gaat opvangen. En dan is er in jouw rijschool geen ruimte voor overhead, voor administratie, allerlei andere romslomp waar je eigenlijk niet mee bezig wilt zijn, omdat je straks maximaal wilt lessen om je omzet weer in te halen. Nou, ik heb daarom 5 goede ideeën waar je eens over na moet denken met je rijschool, om te kijken of je daar zelf ook iets in kunt verbeteren. Ten eerste moet je eens goed kijken naar het proces hoe een leerling zich kan inschrijven bij jouw rijschool. Dat zal vermoedelijk via de telefoon, WhatsApp, Bali, maar heel vaak ook via je website zijn. En juist die website is nou een medium waar je wellicht een aantal processen kunt verbeteren. De leerling zal nu een formuliertje invullen en moet wachten tot jij een keer een mailtje terugstuurt of contact opneemt. Maar hoe mooi is het als ze zich live kunnen aanmelden bij jouw rijschool? Bijvoorbeeld door jouw contactformulieren of zelfs de planning op je website te koppelen aan je rijschoolsoftware. Zo heeft de leerling direct een respons en een bevestiging van zijn afspraak of zijn gekozen pakket. En daaroverheen ook nog eens automatisch een bevestiging per mail
van afspraakbevestiging per sms of zelfs een uitnodiging voor de leerling-app. Dat betekent dat nog voordat zo'n leerling bij jou de eerste proefles komt volgen, jij al op een aantal manieren die leerling hebt verrast. Met de mail, met de app, etc. Kortom, de kans dat die leerling daarna voor jou kiest, die is hoger geworden. Dus de conversie voor het aantal leerlingen dat jij wint vanuit je aanmeldingen is groter als je je inschrijfproces beter automatiseert. Een tweede stap die je absoluut zou moeten doorvoeren is het automatiseren van je financiële proces. Het is straks enorm druk in jouw rijschool. Dat betekent dat jij niet op zondagmiddag urenlang bezig wilt zijn met je facturatie, je kasboek of wat ik vaak zie op instructiekaarten met streepjes en kruisjes de tegoeden en de betalingen bijhouden. Dat kan slimmer en dat kan makkelijker. Met de rijschoolsoftware krijgt de leerling altijd op het juiste moment de factuur in zijn mailbox, kan hem direct betalen via iDeal en jouw kasboek is daarmee meteen op orde. Bovendien staan op de facturen netjes de inkoopkosten van de examens en de CBR-kosten allemaal uitgesplitst, dus ook je omzetaangifte en je btw-aangifte zijn kant-en-klaar te downloaden in een overzichtelijk rapportje. Daarnaast is het belangrijk om niet alleen de leerling, maar ook de ouders van de leerlingen te betrekken in de opleiding. En dat kan tegenwoordig heel erg makkelijk. Al bij inschrijven van de leerling kun je namelijk ook vragen naar bijvoorbeeld het e-mailadres van vader of moeder. Dat is én handig om de factuur te sturen naar de ouders als zij de betalende partij zijn, maar ook heel handig om bijvoorbeeld de ouders eens inzage te geven in de voortgang. Je kunt namelijk in rijschoolsoftware je leskaarten digitaal bijhouden. De leerling, maar ook de ouder, kunnen vervolgens in de app terugzien hoe de ontwikkeling dan is en of iemand beter wordt in de rijlessen of misschien toch een beetje blijft hangen. Dat voorkomt een hele hoop discussie over wanneer de leerling op examen mag, maar het geeft jou ook de middelen om te controleren dat je pas iemand op examen stuurt als die ook echt examenwaardig is. Heb jij binnen je rijschool meerdere instructeurs, is het echt van belang dat je met digitale agenda's gaat werken. Je voorkomt daarmee dat je onderling moet bellen wie wanneer nog plek heeft voor een proefles, of dat de instructeur weer naar kantoor moet bellen om te vragen wanneer er een examenmoment voor zijn leerling beschikbaar is. Met de online agenda in rijschoolsoftware is het altijd voor alle planners en de instructeurs inzichtelijk wie waar nog plek heeft en kan er meteen actie ondernomen worden. Zo voorkom je een hele hoop interne communicatie en snij je dus een hoop overhead uit je planproces. Dure tijd straks die je beter efficiënter kan inzetten in je bedrijf. Nou, tot slot is een erg belangrijke kans die rijschoolsoftware jou biedt, is dat je ook de andere tools binnen jouw rijschool koppelt aan het centrum jouw rijschoolsoftware. En om die rijschoolsoftware heen hangen waarschijnlijk allerlei pakketten waar je nu mee werkt en waar je nu heel veel dubbele handelingen in hebt. Denk daarbij aan een integratie met iDeal en Tikkie, die we net al noemden, om je betalingen te versoepelen. Maar denk ook aan een koppeling naar je boekhoudprogramma toe. Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer de facturen op twee plekken te verwerken, of andersom, de bankbetalingen eerst in je boekhouding te verwerken en dan nog in je kasboek- en leerlingadministratie. Dat doe je natuurlijk online op één plek, doordat die programma's praten met elkaar. Andere voorbeelden hier zijn van slimme integraties met communicatiemiddelen. Denk daarbij aan sms-mogelijkheden, maar bijvoorbeeld ook het integreren van je telefonie aan de rijschoolsoftware, zodat je sneller kan zien wie belt en wat de laatste contactmomenten zijn. Of het koppelen van het CBR Top Online systeem, zodat je niet eerst in Top Online en daarna nog in je agenda de afspraken en reserveringen moet verwerken, maar dat doe je netjes in Top Online en in je rijschoolsoftware is het automatisch bij de juiste instructeur ingepland. Zo haal je bijvoorbeeld ook de machtigingen en verloopdata voor theorie op, zodat je in de auto ook altijd weet wat de status van je leerling is. Nou, op dit moment zitten we, zoals gezegd, waarschijnlijk nog een paar weken stil thuis. En dat betekent dat dit dan ook de kans is om goed te kijken hoe jij je rijschool, als we straks weer mogen rijden, professioneler kunt runnen. En daarom hebben we bij Datayon een leuke actie voor jou bedacht. Je mag zolang de lockdown duurt gratis en vrijblijvend Datayon uitproberen. Je krijgt van ons een persoonlijke startcoach toegewezen die samen met jou bepaalt welke doelen jij wilt behalen met rijschoolsoftware en daar in de komende weken samen met jou naartoe gaat werken. We willen dan ook iedereen aanbieden om, nogmaals, gratis en vrijblijvend, zolang de lockdown duurt, eens uit te testen welke kansen de rijschoolsoftware voor jou te bieden heeft. Je kunt dit aanvragen via de link die nu in de chat voorbij komt. We sturen je na dit webinar ook nog even een e-mail toe met aanvullende informatie. Daar kun je natuurlijk ook altijd even op reageren.
Zodra je dat doet, neemt een van onze 6 startcoaches contact met jou op, stemt met jou af wat je de komende weken wilt testen en bereiken in Rijschoolsoftware, stuurt jou de logingegevens en zorgt ervoor dat jij ontdekt of en waar de kansen liggen voor jouw rijschool. Zijn er geen kansen? Houdt het op? Heeft het je een uurtje tijd gekost? Liggen er wel kansen? Ben je blij dat jij straks goed voorbereid de nieuwe drukte tegemoet gaat? Ik zie inmiddels dat er in de chat een heleboel goede vragen voorbij komen. Rieneke, misschien kunnen we even terug weer naar jou, dat jij een paar vragen uit de chat vist. En dan proberen we die nog even in de resterende minuten te behandelen. Dankjewel, Wouter. Marilon, jij hebt de chat in de gaten gehouden. Inderdaad, ja. Een van de vragen is, hoe kan je ermee in de auto werken? Ja, dat is een goede vraag. Dat kan. Je kunt met de rijschoolsoftware sowieso natuurlijk op je computer, laptop of Apple-apparaat werken. Maar we hebben ook speciaal voor in de auto een versie waarmee je kunt werken via de app op je smartphone of tablet. Ja, dus vanuit de auto is dat geen probleem, zowel op Apple als Android. En is het dan ook geschikt voor een eenmansschool? Ja, zeker. We hebben inmiddels ook honderden eenmanszaken die er gebruik van maken. Natuurlijk hebben die iets andere doelen en voordelen erbij dan bijvoorbeeld een rijschool met 5 instructeurs. Daar is het natuurlijk echt essentieel dat je die agenda's live allemaal kunt zien op één centraal punt. De volumes zijn daar ook een stuk groter. Dus daar heb je andere voordelen bij. Maar als eenmanszaak ook zeker. Denk aan het modern voor de dag komen. Maar ook natuurlijk de eenvoud van je facturen, tegoeden en vorderingkaarten. Dus zeker voor de eenmanszaak zitten er absoluut ook voordelen in. Ja. En dan nog een belangrijke vraag. Want wat kost het nou eigenlijk? Ja, goede Hollandse vraag. Zeker. Eigenlijk elk rijschoolsoftwarepakket dat er op dit moment is, rekent met een tarief dat eigenlijk altijd gebaseerd is op het aantal instructeurs waarmee je werkt. Dat doen wij uiteraard ook. Dus naarmate je meer instructeurs hebt, betaal je meer voor rijschoolsoftware. Daar is het instaptarief bij ons is $29,95 als je een parttime rijschool bent. Daarmee bedoelen we dus, je werkt ongeveer 20 uurtjes per week. Werk je fulltime en gebruik je alle basismogelijkheden in Datijon, zit je op zo'n €59,50, €60. En wanneer je hele wilde, spectaculaire live-koppelingen wilt, dan zou dat op kunnen lopen tot €75, €80. En hoe loopt dat met de hulp bij vragen die komen? We merken dat er zeker in de beginfase, als iemand hiermee begint, dat er best veel vragen zijn. Vooral ook omdat je eigenlijk een heleboel van je bedrijfsproces in één keer in nieuwe software gaat doen. Je planning, je facturatie, instructeurs hebben wellicht ook vragen. Vaak ook degene die de administratie doet, die loopt tegen vragen aan. Je kunt daarin bij ons je altijd even bellen, maar nog sneller gaat het om te WhatsAppen of te live chatten met een van onze supportmedewerkers. En wie net heeft opgelet, heeft de verschillende hoofden al voorbij zien komen. Maar we zitten met 6 man altijd klaar bij ons om de chat en de WhatsApp en de e-mails te bemannen. Oké, en je liet ook zien van de proefperiode die gratis is tot het einde van lockdown. Hoe gaat het daarmee? Goed. Ik zie net in mijn ooghoek dat de eerste aanmelding daar ook voor binnen is. Nee, hoe dat in zijn werk gaat, ik heb het net al in vogelvlucht uitgelegd. Maar in principe kun je bij ons, volgens mij is de link al in de chat verschenen, maar komt sowieso ook per e-mail nog even na de webinar. Maar je kan dat gewoon aanvragen op je rijschoolnaam. Een van de startcoaches van ons neemt dan zo snel mogelijk even contact met jou op, per telefoon of per e-mail. Net wat je aangeeft, wat je liever hebt. Dan maken we even kort kennis. We vinden het belangrijk dat we elkaar even gezien en gesproken hebben. En dat we ook weten wat jij wilt bereiken met rijschoolsoftware. Dus dat je niet in het wilde weg inlogt en eigenlijk geen plan hebt. Maar dat we even goed met elkaar bespreken. Waar loop je nu tegenaan? En waar zitten ook de kansen voor jou om overhead te reduceren bijvoorbeeld? En op basis daarvan hebben wij, wij noemen dat een playbook. Dus we doorlopen dan met elkaar in de komende weken een soort stappenplan, een checklist. Noem het vorderingenkaart, om in rijschooltermen te blijven. En daarmee helpen we jou om dan jouw persoonlijke doelen te behalen die je met de startcoach besproken hebt. Dus je hebt dan eigenlijk de komende weken een vast aanspreekpunt die jou door die proefperiode heen helpt. Ja, die persoonlijke coach. In die periode bepaal jij zelf, is het dan inderdaad relevant voor mij of toch niet? Beide kan. Maar dan weet je in ieder geval, voordat straks de drukte losbarst,
of je slimmer kunt werken, of dat misschien eigenlijk al heel erg goed onder de knie had en deed. Ik heb nog een vraag. Kun je met Datium de gehele leskaart zien onderweg of alleen de laatste les? Ja, oh, scherp. Nee, je kan sowieso de hele leskaart zien. Er zitten standaard een aantal leskaarten in. KNMV, VK, Verio, RIS, zo zijn er nog een aantal. Die staan er standaard voor je in. Je kunt ook eigen kaarten samenstellen in Datium. En het is inderdaad zo, in de rijles zelf beoordeel je de onderwerpen die je die les hebt behandeld. Eventueel zet je daar nog wat opmerkingen bij. Hou vastpunten, verbeterpunten. Maar je kan ook aan het begin van de les, zul je dat vooral doen, zeggen ik wil even de volledige kaart zien. En ook als de leerling dan al 30 lessen heeft gehad, zie je eigenlijk van al die 30 lessen ook dan de ontwikkellijn per onderwerp. Dit waren de kijkersvragen. Wouter, dankjewel voor je uitleg. Ja, jullie ook bedankt. En ik zou tegen iedereen ook zeggen, net als de vorige sprekers, succes de komende weken. En we gaan voor sterker terugkomen uit de lockdown. Daar hopen wij ook op. Yes, dankjewel. 30, 40, 50 of zelfs 60 euro. Wat is een eerlijke prijs voor een rijles? Over die vraag is veel discussies. Instructeurs maken veel uren, beschikken lang niet allemaal over de juiste verzekeringen. En de meesten bouwen geen pensioen op. Om een goede of eigenlijk überhaupt een boterham te kunnen verdienen, moet de lesprijs omhoog, zou je denken. De toestroom van leerlingen is zo meteen toch groot, dus dit lijkt een goed moment. Of niet? Daarover spreken we met twee Jossen van twee brancheverenigingen. VRB-voorman Jos van Zuilen en LBKR-voorzitter Jos Post. We hebben net een onderzoek afgerond naar lesprijzen. De resultaten daarvan hebben we met Jos en Jos alvast gedeeld. Daar komt overigens snel nog een artikel over op Rijschool Pro. Een van de uitkomsten is dat de ideale lesprijs 57 euro per uur is. Maar in de praktijk is het tarief voor die 60 minuten gemiddeld 49. Jos van Zuilen, voor jou de eerste vraag. Waarom is dat zo'n groot verschil? Ja, goedemiddag allereerst. Goedemiddag. Geen idee waarom de verschillen zo groot zijn. Ik hoor natuurlijk in het land wel dat de verschillen enorm zijn in de regio's. Daar waar ontzettend veel concurrentie is, worden voor belachelijk lage prijzen gereden. En daar waar de concurrentie wat minder groot is, of de felheid tussen de rijscholen wat minder is, dat die lesprijzen beter zijn. Ja, maar dat het verschil tussen die praktijk en de gewenste prijzen zo groot is, er zit een tientje tussen. Ik vind dat nogal veel. Ik vind dat ook veel geld. Het is natuurlijk, er zijn een aantal zaken die bij het bepalen van een lesprijs relevant zijn. Hè? Zoals je net al terecht aangaf, ga ik pensioen opbouwen. En dan zorg ik voor een goede ziektekostenverzekering voor mezelf en eventueel voor het personeel. Rekenen we met 48 weken of rekenen we met 45 weken? Ik denk dat 45 weken een reëler beeld is dan 48 weken. Want je hebt toch ziektefeestdagen en dat soort dingen. En dan wil over het algemeen ook nog graag een keer vakantie hebben. Nemen de verplichte bijscholingen mee in ons kostenverhaal? Vinden we dat we de administratie dat eigenlijk freelance moeten doen, of vinden we dat we daar eigenlijk ook voor betaald zouden moeten worden? Dat zijn allemaal zaken die uiteindelijk de lesprijs bepalen. Ja, we zagen in het onderzoek ook terugkomen dat er gemiddeld 40 uur in de week gelest wordt. Hebben we het over gemiddeld, hè? Dus er zitten veel mensen zitten daar ruim boven. En daar komt nog eens 10 uur aan bijkomende uurtjes bij. Is dat een beeld wat je herkent, dat er 50 uur in de week wordt gewerkt? Nou, dat, zoals je zelf denk ik al terecht aangeeft, denk dat er hele grote verschillen tussen onderlinge rijscholen zijn. Maar ik denk als je gaat kijken of dat reëel is 40 uurtjes rijles geven en daarnaast nog een uurtje of 10, 11 administratieplicht hebt, denk dat dat wel een reëel beeld is van wat de werkelijkheid is. Ja. Jos Post, jij was onlangs de gast bij Rijschool Pro TV. Jij vertelde daar dat een gezond lestarief misschien wel 60 euro zou zijn. Dat gesprek vormde voor ons mede de aanleiding om het onderzoek te starten. Die 60 die jij aangeeft zit dus niet ver af van wat de 800 respondenten zeggen. Wat denk je daarvan? Ja, nou ja, goed. Ik ben blij dat jullie de enquête daar ook een beetje heeft uitgewezen. Er zitten natuurlijk, op het moment dat je een lesprijs bepaalt, ga je heel snel kijken wat doet de concurrentie. En wellicht is daar ook een valkuil voor ons. En wij gaan natuurlijk heel snel kijken wat doet de concurrentie. En dan stem ik mijn prijs een beetje af. Ga ik beneden zitten, ga ik gelijk zitten of ga ik beneden iets boven zitten? Omdat we al heel snel bang zijn. En dat is een beetje wat we nu ook om ons heen zien. We zijn heel snel bang. Van wat doet de omgeving? Ja, want als iedereen het wil, waarom dan niet dat tientje meer? Ja, nou goed, dat is natuurlijk inderdaad een goede vraag.
Het is natuurlijk 10 euro meer is ten aanzien van de restprijs natuurlijk heel veel. Ja, en een grote stijging. Ja. Dat is ook tegelijkertijd natuurlijk maakt het moeilijk om de restprijs in één keer zover te verhogen. De eerste lockdown heb ik al gezegd van het zou verstandig zijn om daar rekening mee te houden met je lesprijs. Ik heb zelfs gezegd, van, joh, doe 10% bij je prijs omhoog. Wil je een beetje mee kunnen gaan? Persoonlijk heb ik het ook gedaan. En ik kan niet zeggen dat ik daardoor minder leerlingen aanmeldingen ga krijgen. Sterker, ik merk het helemaal niet. De aanmeldingen blijven gewoon komen. Dus het is de vraag of dat een drempel moet gaan zijn. Ja, die leerlingen hebben misschien ook wel begrip ervoor dat je prijs omhoog is gegaan. Omdat je aan het luchten bent en aan het schoonmaken bent. En mondkapjes moet aanschaffen. Ja. Ja, precies. We hebben in de enquête ook gevraagd of er een wettelijk minimumtarief zou moeten komen. Of in ieder geval een richtlijn. Is dat ook een standpunt van de brancheverenigingen? Jos Pot, nou, als eerst. Ik denk het wel. Sorry Jos. Ik denk het wel. En natuurlijk spreken we daar met de commissie Roemer ook over. Dat is onderdeel van kijken naar de kwaliteit. En er zou mijn inziens heel goed zijn om ook naar de minimumprijs te gaan kijken. Want wat voor maatregelen dat ook uitkomen, kun je het aan de bovenkant gaan kijken. Joh, wat doe ik bij de prijs bij? Maar misschien moet je ook wel gaan kijken van aan de onderkant van waar zouden we geld kunnen besparen. Want de AWB Consumentenorganisatie zegt ook heel duidelijk van ja, de rijlessen moeten betaalbaar blijven. Ja. Dat kan, maar als wij onderaan de streep genoeg geld moeten overhouden, dat betekent dus dat je dan, als het niet aan de bovenkant erbij kan, dat de onderkant er wel vanaf moet. Dus commissie Roemer kijkt daar ook naar en het zou verschrikkelijk mooi zijn als daar oplossingen in bedacht kunnen worden. Waardoor wij toch genoeg geld overhouden. En daarvoor is het wel heel belangrijk dat er op dat moment ook een onderkant afgesproken wordt. Want als het niet gebeurt, dan gaat natuurlijk een aantal collega's de prijs ook gelijk weer verlagen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Jos van Zuilen van het VRB, is dat ook een standpunt van de VRB? Nou, wij staan er iets anders in. En ik heb daar ik weet niet wat het beste zou zijn. Ik ben wel heel erg bang dat we hiermee ook in onze eigen voet kunnen schieten. Omdat als je gaat kijken naar het ZZP-verhaal wat met de Belastingdienst vorig jaar eigenlijk van start zou moeten komen. Ja. Hebben ze het ook gehad over een minimumtarief voor een ZZP'er. En dat kwam op een bedrag van ergens rond de 17 euro uit. Oei. Nou, als we dat soort bedragen als minimumtarief gaan hanteren, dan schieten we er als branche totaal helemaal niet mee op als dat de uitkomst zou zijn. Nee. De gewenste minimumprijs zou rond de 60 zijn. Ik ben terughoudend erin. Ja. Zou er ook een cao moeten komen? Zolang als er tarieven vrij zijn en 80% van onze rijscholen eenmanszaken zijn die tarieven kunnen bepalen zoals ze dat zelf willen, wordt het voor grote rijscholen heel erg moeilijk die personeel hebben om een cao-afspraak te maken. Want het één, als je bij een dan zou je met je tarieven zeker omhoog moeten. Als grotere rijschool, denk ik, hè, dat de uitkomst zou moeten zijn. Dat betekent dat je een groot marktverschil krijgt. En ik weet niet of dat haalbaar is. Ja precies. Nou begreep ik dat tijdens in de chat, tijdens het gesprek met Emiel Roemer, dat er heel veel vragen werden gesteld over het BTW-tarief op rijlessen. We willen nog even op terugkomen. Dat tarief staat nu op 21%. Daar lopen ook kamervragen over, want rijles is onderwijs. Op onderwijs zit 0% BTW. Waarom dan die 21% op rijlessen? Is dat voor jullie ook een thema? Wie wil eerst over? Ja, Jos van Zuilen heb ik hier nog in beeld. Ja. ik wil eerst wel even op inschieten. Dat is, ja. Kijk, het, ik denk dat het goed is. Daar ga ik het net ook, denk ook wel een klein beetje over. Als je daarna gaat kijken, en stel dat wij onder onderwijs zouden vallen, zou je over 0% kunnen spreken, je zou over 6% kunnen spreken, je zou over 9% kunnen spreken. Ja. Dan is, en precies daar duidde ik zo net op, dan is het wel superbelangrijk dat er een minimumprijs afgesproken wordt. Maar die mag natuurlijk nooit niet op 17 euro zitten. Die moet aan een echte minimumgrens zitten waarbij je al je kosten ook gedekt zijn. En dan mag er naar boven toe natuurlijk ruimte zijn voor de mensen die meer willen vragen. Dat is geen probleem. Maar dat is superbelangrijk dat de minimumprijs die dan gezegd wordt ook op een fatsoenlijk niveau zit. Ik heb altijd gezegd, je moet eigenlijk in 40 uur tijd... fysiek werktijd moet jij je basissalaris kunnen gaan verdienen. Dan mag aan het eind van de maand er nog wel wat in je koelkast gaan zitten. En dan moet je ook fatsoenlijk je hypotheek moeten kunnen betalen. Dus dat moet er dan in elk geval uitkomen. En mensen die dan op wat voor manier ook betere kwaliteit leveren, die mogen specialismes hebben. Best wel meer verdienen. Dat is geen enkel probleem.
Andere Jos, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Ik heb ook heel veel in de chat voorbij zien komen over de tarieven. Ja. Ook de 0% tarief heb ik heel veel gezien. Nou ben ik geen belastingdeskundige, laat ik daar voorop stellen. Als dat betekent, aan de andere kant hebben we belasting die we moeten betalen voor de aankoop van de auto, voor de brandstof en dergelijke, niet meer terug te vorderen te zijn, is er natuurlijk aan de ene kant verwinnen we iets, aan de andere kant verliezen we iets. Dus ik weet niet of het is. De consument is natuurlijk uiteindelijk ook bewust dat wij geen btw meer hoeven te betalen en verwachten wellicht ook een lagere lesprijs. Ja. Dus we willen allemaal die btw eraf hebben en dan toch waarschijnlijk dezelfde lestarief hanteren. Dat zal de insteek zijn. Ja. En zodat er meer overblijft. Ik denk, en ik sluit mezelf wel aan bij de woorden van een naamgenoot, Jos, zeker dat je in 40 uur wel je boterham moet kunnen verdienen en dat er ook een beetje reserve. En die reserves hebben in deze tijd maar al te duidelijk laten blijken dat dat gewoon nodig is. Ik denk dat elke rijschool een gezonde calculatie moet maken en niet moet gaan kijken naar zijn buurman of zijn buurvrouw, maar moet gaan kijken van, welk heb ik overkost? Ik hou ook rekening met onvoorziene zaken. En dan laten we alsjeblieft COVID maar heel even buiten de deur, want dat is wel een hele grote onvoorziene. We hebben ook ooit lesuitval, omdat de leerling niet komt opdagen, of omdat de leerling ziek is op het allerlaatste moment afmeldt. Of een keer schade aan je auto. Nogmaals, ga naar je 45 weken. Ga eens rekenen met 45 weken. En wat vind je dan zelf? Een reëel bedrag. Uiteindelijk is het ondernemer die ergens tevreden mee is. En ik denk dat dat heel veel niet gebeurt. Ik denk dat er in de rijscholenbranche ontzettend veel naar de buurman, buurvrouw gekeken gaat worden. En dat daar de tarieven op afgestemd worden. En dat is een treurige zaak. Ja, dat zagen we ook in de enquête terug. Ik sluit me ook aan bij Jos. In één keer een tientje verhogen gaat niet, maar doe het met kleine stapjes. Maar maak wel stappen. Het blijkt nu ook wel in deze tijd dat het gewoon hartstikke nodig is. Ja, nou communiceert het CBR op hun website een gemiddelde lesprijs van €42... dat ligt dus wel een stukje lager dan dat in de praktijk gemiddeld is. Dat was 47. Er zit €5 verschil in. Is dat een aandachtspuntje? Dat vind ik zeker. Ik vind dat CBR eigenlijk dat ook van de site af moet gaan halen. Ieder is vrij natuurlijk om te vragen wat hij wil. Als daarmee al een indicatie wordt gegeven hoe een rijder eruit moet gaan zien, kostentechnisch, vind ik het bijzonder spijtig. Want de consument kijkt daar toch op. Ja. En ook gezien de uitslagen die uit deze enquête zijn gekomen, vind ik dat een reden des te meer moet zijn dat CBR dat van de site afhaalt. Ja, dus helemaal weghalen zelfs. Ook geen andere richtlijnen opzetten. Nee. Nee, nou krijgen wij ook signalen van lezers en van rijscholen dat het met de lockdown heel moeilijk is, dat het water aan de lippen staat vanwege de doorlopende kosten en de steun die onvoldoende is of die er misschien ook niet is. Zijn jullie daar nog mee bezig om meer steunmaatregelen voor elkaar te boksen? Ja, natuurlijk zijn we dan bezig. Elke branchevereniging is daar mee bezig. Ja. Dus daar hoeven we elkaar niet onder stoelen of banken. Alleen zolang is, en dat verbaast me wel, mensen willen heel graag van ons dingen horen die wij ook nog niet kunnen zeggen. Natuurlijk hebben we de desbetreffende personen brieven gestuurd, brandbrieven gestuurd. En niet nu nog, maar al lang en al met de eerste lockdown. En die steunmaatregelen, ja, tot nu toe zijn ze natuurlijk vrij nihil of nadeloos niks, zeg maar. Ja. Maar natuurlijk zijn wij daar op de achtergrond bezig. Maar dat geldt niet voor de VEB, dat geldt voor de LBKR en dat geldt voor andere branchepartijen ook. Het verwijt wordt ons wel eens gemaakt dat we er niks aan doen, dat we pas beginnen te roepen op het moment dat het zover is. Nou, ik spreek dat tegen. Nogmaals, vanaf de eerste lockdown zijn we daar druk mee bezig. Alleen ja, ik heb liever ook betere berichten. Ik heb even goed een eigen rijschool, zoals Jos ook zijn eigen rijschool heeft. Dus we zijn er allemaal mee gebaat. Ja. En we wachten niet tot onze leden daar iets van gaan roepen. Sluit ik me helemaal bij aan. Goed, Marilon, hebben we nog kijkersvragen voor de twee heren? Nou, Harry die wil graag even nog inhaken op die wettelijke minimumprijs. Die zegt namelijk, waarom een bodemprijs? Iedere rijschool heeft toch andere kosten en baten? Een eenmans rijschool die heeft dus hele andere kosten dan een rijschool met een kantoor en diverse voertuigen, et cetera. Relatief gezien is dat waar. We hebben andere kosten, maar uiteindelijk een grotere rijschool die zal uiteindelijk ook op nagenoeg hetzelfde komen. En uiteraard heeft een grotere rijschool meer overheidkosten. Er zal een pand in zitten. Zit er personeel aan, personeel met ziektekosten, noem het allemaal maar op. Maar ik denk wel dat het nog steeds belangrijk gaat zijn. Willen wij niet in het drijfstand geraken,
niet steeds meer met de lesprijs weer naar beneden toe te zakken. Die race naar de bodem, zoals Roemert noemt. Ja, ik denk dat wij constructief met elkaar naar boven moeten, maar ook kunnen. Als we dat allemaal inzien, zowel wij zelf als ook de consumenten, daarvoor is ook een stukje consumentenvoorlichting nodig, dat men begrijpt dat een rijbewijs geld mag kosten. Het rijbewijs is een eenmalige investering in je eigen toekomst. En als de toekomst dat als de consument dat gaat begrijpen, dan is dat geen enkel probleem. Een vakantie kost al heel snel 1000 of misschien wel 1500 euro. Het is wellicht twee keer vakantie laten gaan en je hebt in je toekomst geïnvesteerd. En dat is maar moeilijk in de leerling hun hoofd te praten. Dat is het probleem, denk ik. En zou het schelen als het CBR zou stoppen met het publiceren van examenprijzen? Ja, daar heeft Jos net al op gereageerd natuurlijk. Ik weet wel hoe het CBR aan die cijfers komt. Het is niet de verdediging van het CBR, maar het is gewoon een feit. Hè. Ik vertel niks nieuws. Die sturen klantenenquêtes uit naar leerlingen die geslaagd zijn. En die geven aan wat ze betaald hebben. De vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar die gegevens zijn, die leerling. Want het klinkt natuurlijk in de kroeg niet zo leuk om te zeggen dat je 50 uur nodig gehad hebt om je rijbewijs te halen. Het klinkt natuurlijk veel vetter om te zeggen dat je maar 30 uur. Dus hoe betrouwbaar die enquêtes ingevuld worden, daar heb ik mijn vraagtekens bij. En wellicht is het dan ook verstandiger om er niet over te communiceren. Ja, maar zo komen die prijzen bij het CBR tot stand. Ja. En dan heeft Olaf, die had nog een idee. Het is namelijk een tachograaf met instructeurspas in elke lesauto. Hmm. En de instructeur mag dan niet meer dan 40 uur werken per week. Is dat misschien iets waarvan je zegt, nou, dat lijkt me wel wat. Ik vind het een hele interessante, zeg ik heel eerlijk. Ik vind het ook wel een leuke opmerking. Ik denk dat we dan wel vanzelf een eliminatie krijgen aan de markt. Maar ik denk dat het geen haalbaar plan is. Oké, dit waren de kijkersvragen. Ja, dankjewel Marlon. Daarmee zijn we aan een einde gekomen van deze uitzending. Jullie ontvangen na afloop nog een linkje om de uitzending op het gemak terug te kunnen kijken. En? We willen jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Hou vol en stay safe. Blijf gezond. En ook u kunt hier zitten, want deze coronaproof studio is te huur voor uw congres, vergadering of webinar. We hebben alle techniek in huis om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op promedia.nl. Ik zie u graag in onze studio.